keer je in tot het licht. Nu duisternis zich over heel de wereld spreidt. Wanklanken de harmonie der sferen verstoren. De elementen vergiftigd zijn. Het klimaat op hol geslagen is. Droogte moeder aarde dagelijks dorsten doet. Branden heel de wereld teisteren. Overstromingen, dorpen en steden wegspoelen, oogsten mislukken en hongersnood zich aankondigt. Corruptie en geweld door de straten trekken. Oorlogen, bloedofferen voor demonen. Leugens als gifzwammen overal groeien. Word eindelijk wakker, mensenkind. Keer je in tot jezelf en schouw het licht. Het Hora-est klinkt nu overal. Toch blijven talloze doof voor de roep van het ene. En willen niet zien wat er gaande is. Mateloosheid en arrogantie zijn bloedbroeders van het kwaad geworden. Maar zie, vleugels van hoogmoed zijn al aan het breken. De troon van goddeloosheid staat al op instorten. Tijd snelt op voeten van ruimteloosheid over alle grenzen heen. Sta eindelijk op, mensenkind. Sta op en keer je in tot het licht. Bevrijd je van alle angst en leugens van deze duistere wereld, van de onzichtbare machten achter het wereldtoneel. Laat al je maskers vallen. Laat je niet besmetten door de uitgezette pandemie van de angst. Laat wijsheid in je hart geboren worden. Nu dwaasheid het hoogste woord heeft. Schreeuwers de heilige stilte verbreken. Sta op, mensenkind. En ken je innerlijke kracht. Nimmer, nimmer heeft de Dharma ons verlaten. Nimmer zal het licht zijn glans verliezen. Alle leugens zullen ontmaskerd worden. Heel de aarde verkeert in geboorteweeën. Laat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde juist nu geboren worden in je geest. Word stil, mensenkind. Keer je in tot het licht. Weet vanuit je hart dat liefde, liefde het allerhoogste is. Dat het eerste en laatste woord aan de liefde is. Nu en altijd. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Om. Goede mensen, een bijzondere dag na 40 jaar de Dharma onderricht te mogen hebben. Een laatste lezing. En dan Deo Volente, wie durft het nog te zeggen, alleen maar boeken schrijven en enkele keer, wat tegenwoordig heet, een podcast. Toen we naar hier toe kwamen, het was een hele reis. Je woont in de hoge bergen. En daar is stil. Een contact met de natuur. Heel veel contact met prachtige mensen. Het Katharengebied, waar ooit de Katharen vervolgd werden en geïnquisiteerd. Omdat zij de boodschap van Yeshua, de Christus, zoals de Essenen, de Bogomielen en vele anderen, tot en met de dag van vandaag en morgen uitzaaien.
We vertrokken laat in de namiddag, want je hebt dan nog zoveel dingen te regelen en te doen. Onweer, 41 graden. De hond was een beetje ziek, 15 jaar door de hitte. En dan kom je in een hotelletje laat in de avond met een ongelooflijke kabaal op straat van schreeuwers, schreeuwers, schreeuwers. Uiteindelijk, mijn zus zei vroeger altijd, waarmee ik regelmatig naar Parijs ging, partir, c'est mourir un peu. Vertrekken is een beetje sterven, maar wij zeiden Paris, c'est mourir un petit peu. Grote verkeersborden die niet meer aan mochten, want dat kostte veel elektriciteit. We hebben liever wat meer ongelukken dan verlichte borden, waardoor je zou kunnen weten waar je precies vertoeft. Om een lang verhaal kort te maken, we komen uiteindelijk aan. En er zijn twee krachten achter het wereldtoneel. De eerste is die van liefde, genegenheid, mededogen, elkaar verstaan. En die staan hier allemaal achter de gordijnen, jong en oud. Ik mag hun namen niet eens noemen. Maar zonder hen stond dit persoontje hier niet. Zonder mijn levenscompagnonnen stond ik hier niet. En zonder al die dierbare vrienden en vriendinnen en op dit moment talloze jongeren die mede door een paar podcasts het verhaal begrepen hebben, nemen nu de fakkel pijlsnel over. Fantastisch. Ik heb toch een beetje zitten rekenen. Vandaag, hier in deze overvolle zaal, zijn mensen uit alle geledingen aanwezig. Moeders, huismoeders, mensen uit onderwijs, mensen uit ziekenhuizen, artsen, economen, mensen uit ministerie, mensen uit de politiek, mensen die auteur zijn en boeken schrijven voor duizenden, hartverwarmend. En ik zat toch een beetje te berekenen, ook met mensen die hier zitten en een hele grote websites hebben, soms tegen 1 miljoen. Ondanks de overlappingen bereiken wij hier met elkaar miljoenen mensen. Ooit heb ik voor jongere mensen in het verleden, in de Schouwburg, een toneelstuk geregisseerd van Bertolt Brecht. Doe man aan der machine, zaak nein. En ik vroeg aan de jongeren om allemaal dezelfde beweging te maken met een draaiend wiel, om de industrie intact te houden. En plotseling zei ik, stop! Het gaat hier niet om macht. Als wij vandaag, morgen, met een bereik van miljoenen, internationaal ook, nee zeggen vanuit ons hart, zonder macht te willen uitoefenen, zonder gevoelens van wraak, zonder gevoelens van haat, dan kan er nog in dat kiertje wat open staat misschien nog iets gebeuren wat vele zielen in deze eindtijd, in deze laatste cyclus van een hele grote cyclus, iets plaatsvinden. Vertrouwen, vertrouwen. In mijn eigen leven ken ik natuurlijk woorden ook als wraak en haat. Maar ik kan u met mijn hand op mijn hart zeggen, nog nooit heb ik daar één gevoel in mijn lichaam en mijn geest van gekend. Mocht ik vanmiddag wel eens een naam noemen, dan is dat niet om te beschuldigen, aan te vallen. Maar er zijn momenten in het leven dat de dharma je verplicht het te benoemen. Omdat de gevaren nu naar de mensheid en de oorlog tegen de ziel van de mens zo intens groot zijn, waarvoor ik 20 jaar geleden al openbaar in vele landen begon over te waarschuwen, dat ik af en toe zo'n naam noem, om te weten, zo zit het. Vanaf de crash staat er, tot en met de universiteit, wordt van alles geleerd. Maar het allerbelangrijkste, de onontbeerlijke kennis van het ene, en dat betekent toch ook universum, unus, vertere, gericht op het ene, de ene, wordt nooit geleerd. Je zit in een matrix, zelfs met prachtige films uit het Hollywood,
die je dag in dag uit voor de gek houden. En het wordt niet onderricht hoe je echt bevrijd kunt worden. Sterker, beroemde acteurs, beroemde filmers doen eraan mee om deze matrix te voeden dag in dag uit. Wakker worden, wakker worden, wakker worden uit de diepe slaap. Dit is een manifest wat ik in 1999 publiceerde. Voor een heel groot publiek over geweldloosheid. Na ook een verblijf in India. En dat heette Van biologische naar spirituele evolutie. Een manifest van de nabije toekomst. Daar kunt u lezen. Er is geen nieuwe tijd die op ons neerdaalt vanuit de wolkeloze hemel. Er is geen nieuwe tijd die ons verstand en ons hart als een bliksemflits zomaar verlicht. Er is alleen een nieuwe tijd die verwezenlijkt kan worden in ons bewustzijn, in ons gedrag. Voorwaarde om de nieuwe tijd te kunnen verwezenlijken is herstel van de dharma. De wet van waarheid en gerechtigheid, de kosmische wet van liefde. Moet u weten dat op dit moment beroemde astrofysici niet meer zo goed slapen. Sinds een aantal weken zijn ze tot de ontdekking gekomen dat de Big Bang ook wel eens een grote leugen zou kunnen zijn. En dat de deeltjesversnellers hele andere doeleinden hebben dan ons geleerd wordt. En dat de zwarte materie niet zo zwart is. Dat er een mogelijkheid bestaat dat er werkelijk een schepping is. Ja, de dharma wil zeggen, vaak uitgebeeld in een kosmische levensboom, zoals ik onder andere in een van mijn boeken heb mogen schrijven, maar ook bij de Indianen terug te vinden is, bij de Edda, de Scandinaviërs, de levensboom symboliseert alles is met allen verbonden. Alles. De Boeddha zei Patika Samuppada. Er is niets wat niet verbonden is. Valt er een veertje in Brazilië, kan dat hier een storm veroorzaken. Niet zo heel vlug, maar het kan. Alles is verbonden. En nu is de wet heel eenvoudig. En omdat die zo eenvoudig is, hebben we heel gecompliceerde wetten uitgevonden. Die wet zegt namelijk, als een onoverwinnelijke kracht, die doordringt alles. Dus we weten nu dat materie, het woord mater, moeder, is doordrongen van energie. En ergein in het Grieks betekent het werk daarbinnenin. En wat daarbinnenin werkt is bewustzijn. Consciousness, G-O-D. Zonder begin, zonder einde, superintelligent. Alle krachten en machten worden door dat punt wat puntloos is, gestuurd en gevoed. Het hele bestaan wordt in stand gehouden door die kosmische wet. En is de basis van al wat leeft. Het is Sanskriet, en we waren 3 keer in India, waar we ook onderricht hebben mogen hebben, van grote leraren tot in de wouden toe. En dharma betekent steunen, dragen, onderhouden. Zo eenvoudig handelen we uit de geest, goed, waarachtig, niet liegen. Elkaar ondersteunen. Dan reageert de wet onmiddellijk door iets makkelijk te maken. Plots ontvang je in je leven iets, er komt iets op je pad. De wet is tot in het kleinste detail super, 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 super intelligent. Alleen, daar worden we niet in opgevoed. Ons geluk is ervan afhankelijk. Onze voorspoed, onze spirituele ontwikkeling, de geestelijke vrijheid. En kijkt u dan eens naar de twisten, door het Kali, Kali Yuga, tijdperk van de twist waar we nu in leven, is strijd, ruzie, politieke debatten. Debat in Frankrijk, zeiden ze vroeger. Alors, on commence avec abattre. Eerst aanvallen. Dat ging nog wel hard in het parlement. Parlement. En toen zeiden ze, we gaan er veranderen in debattre. Niet meer aanvallen. Maar dat doen ze nu met woorden en met gebaren. In alle politiek. En met leugens op dit moment. Onvoorstelbaar. Staan de dharma en het geluk voed je. Als je de dharma niet meer volgt, wat krijg je dan? Wetten en wetteloosheid.
alom zichtbaar in de wereld. Je hebt rechters die steeds linker worden. Je hebt advocaten die liever champagne drinken. Je hebt meesterende rechten die rechten niet meer meester zijn. En dan verschijnen heel veel gevangenissen. En zoals Camus in een van zijn boeken al zei, het typische is als je aan de ene kant van de tralies staat, denk jij als je een gevangene opzoekt dat je vrij bent. Maar je zit beide achter de tralies. Kijk eens. Vrouwen Justitia. Was het nog een jaar of 30, 40 geleden dat Justitia uitgebeeld werd met een sluier? Zij beoordeelt zonder oordeel. Zij bekijkt de daad, de gedachte. Boeddha zegt het heel mooi. Zoals een kalf uit 1000 koeien altijd de moeder vindt, zo vindt de daad altijd de dader. Of, het gaat een goed mens slecht, zolang het zaad van het goede nog niet rijp is. Is het zaad van het goede rijp, dan gaat het een goed mens goed. En dat geldt andersom voor een slecht mens. Dus, wetboeken, is het niet om te lachen. Ieder land heeft duizenden wetten. Duizenden wetten. En u bent wetteloos als u nee zegt. En de camera's worden meer en meer, overal controle voor uw veiligheid. Ik kwam laatst een hotelletje met Marijke onderweg. Een hokje van 4 bij 5 meter. En er stond bij, pour votre sécurité, il y a de video. Ik had er niet eens om gevraagd. Je wordt gecontroleerd voor mijn eigen veiligheid. En dat breidt zich uit en maar uit en maar uit. Doe man aan die machine, zaak. Nee, zeg nee. We hebben een kracht. We hebben een kracht in ons van consciousness. Als je die niet verenigt met wraak, wrok, hatelijkheden, maar met je eigen kracht, sta je onmiddellijk in de bescherming van Dharma. Heb je al die wetten niet nodig? Je ziet, de weegschaal stelt ook al niet meer veel voor. En nogmaals, dan noem ik een paar namen. Heet je Berlusconi? Heet je Brown? Heet je Obama met de Vredesprijs en daarna de dronesoorlogen? Of heet je Guterres van de Verenigde Naties, betrokken bij zedenschandalen in Mia Pia in Italië? Of heet je Bill Gates, verbonden met Kurzweil, met Brzezinski en al die andere namen, als je er iets van zegt, ben je antisemiet? Hallo? Noach had toch 3 zonen? Sem, Jafet en Ham. Het gaat hier niet om antisemitisme. Het gaat hier om groepen mensen waar we straks op terugkomen uit Khazarse gebieden waar nu de Oekraïne mee verbonden is. En we kennen het dharma niet, we kennen het karma niet en daardoor breken helse toestanden uit en worden mensen met de media dag in dag uit bedrogen en belogen. We drukten een keer het NOS-journaal aan op ons gehuurd huisje. En dan zie je hoe dat begint. De Matrix. Het wordt gewoon getoond. Er verschijnen al die letters op vanavond als u kijkt. Ja, ik heb geen smartphone, ik heb geen internet, ik heb geen Facebook, ik heb wel een face. Maar het begint allemaal met bochten en bochten. En dan komt er een mevrouw die uit die Matrix zogenaamd stapt. En dan denk ik aan de protocollen van de machtselite. Wij beheersen alle media. Volgende dia. Er is een wet die niet geschreven staat op stenen tafelen. Ik heb het geluk mogen hebben contact te hebben met de oude bronnen van de Essenen. Ik heb het geluk mogen hebben dat ik in een van de grootste bibliotheken in Europa als wetenschappelijk medewerker heb mogen werken, de Bibliotheca Philosophica Hermetica, waar later Dan Brown binnenkomt, waarvan ik denk, angels en demons. Kijk wat Yeshua zei. We kennen hem als Jezus met de Griekse naam. Ik spreek liever over Yeshua, maar maakt me niet uit om ook over Jezus te spreken. Een oorspronkelijke tekst. Een van mijn familieleden die contacten had met de archieven van het Vaticaan,
Die zei, ze liggen daar echt opgeslagen, maar ze zijn verboden. Net als de Qatarse bronnen, net als de Bogemiedebronnen, net als alle zuivere bronnen, verboden, verboden, verboden. Ik heb ze thuis, een aantal. En niet alleen, tientallen vrienden. Dus een boekverbranding helpt niet meer zo snel. En Jezus ging in hun midden zitten en zei, zoek de wet niet in uw geschriften. Want de wet is het leven, terwijl de schrift dood is. In het leven zelf staat de wet geschreven. U vindt hem in het gras, in de boom, in de rivier, in de berg, in de vogels, in het zwerk, in de vissen, in de zee. Maar zoek de wet voornamelijk in uzelf. God heeft de wetten niet geschreven op de bladzijden van boeken, maar in uw hart en in uw geest. Ze zijn in uw adem, in uw bloed, in uw beenderen, in uw vlees, uw ingewanden, uw ogen, uw oren, in elk nietig deel van ons lichaam. Ze zijn aanwezig in de lucht, in het water, in de aarde, in de planten, in de zonnestralen, in de diepte en de hoogte. Kunt u zich voorstellen, als we nu met geoengineering zeeën bemesten, dat we chemicaliën uitstrooien iedere dag met chemtrails, en wie er iets van durft te zeggen, die worden samenzweerders, theoreticus genoemd. Kunt u zich voorstellen, als alle elementen worden vergiftigd, als we niet meer respect hebben voor het leven, voor de dieren, de planten. Als we alleen met het hoofd denken en niet meer met het hart, dan klopt er iets niet. Ik heb ooit met Pim van Lommel een mooi gesprek gehad, de cardioloog. Die zei, het hart heeft 60.000 keer een sterkere uitstraling dan de linkerkant van de hersenhelft. Maar ja, wat doet Rodin, de beeldhouwer? Le penseur. Ik vertel dat verhaaltje aan scholieren in India. Want ze hebben de dikbuikige Boeddha met de omvalos. Het punt waar alle kracht uitkomt. Wij zijn vaak gehersenspoeld met hier komt het. Terwijl alle wijsheid, wat Christus ook zegt, waar uw hart is, is de wijsheid. Letterlijk. Waarom we de darmen zijn kwijtgeraakt, is geen respect meer voor de natuur, geen respect meer voor de kosmische wetten, begeerte, verlangen, steeds meer, 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 meer. Met een tragiek en een verdriet en een lijden, ongelooflijk. Uit het Evangelie van Thomas vindt u prachtige teksten. We hebben het geluk gehad dat we dat mochten prijsgeven in verschillende talen. Het kwam op ons pad. Met mijn dierbare vriend en mysticus overleden, Erik van Ruisbeek uit Vlaanderen. Ik heb daar in Polen onderricht over mogen geven, zelfs dat ze zeiden, vertel eens voor de televisie, wat is dat, de Evangelie van Thomas? Toen mocht ik op mijn pad professor Quispel ontmoeten. Diepe ontmoeting, vriendschap. Marcel zei die, de Qataren hebben dit gekend hoor. Ik wist dat van binnen, maar ik wou het van hem nog een keer horen. En toen zei hij, in Rome liggen al die geschriften, ook de Nag Hammadi, alles ligt er, alles. Ook daar mochten we bij betrokken zijn, bij de vertalingen, maar we konden dat niet allemaal verwerken. Dus hebben we dat door mogen geven aan andere zeer bekwame vertalers. En ook daar zei Quispel van, ze weten het wel hoor. Maar stel je voor dat u het gaat weten en wij het gaan weten. Kijk eens wat een tekst. Onwetendheid, begin eerst bij de Boeddha, is de moeder van alle ziektes. Avijja noemt hij dat. Onwetendheid. Wat een weetjes. Kijk eens als je dat ziet. Ik kan het niet eens zien. Ik druk die knop ook niet helemaal. Per ongeluk krijg je wel eens een keer. Zie allerlei quizjes met vragen. De 100.000 vragen. Weet u dit? Weet u dit? Weet u dit? Het is allemaal niks, niet tweemaal kwadraat. Waar gaat het om? Onwetendheid. Wie ben ik? Waarom ben ik? Er zijn twee manieren om te sterven. Sterven na geboorte, ouderdom, verdriet, pijn, lijden en dood.
Maar het echte sterven is als we onze ware natuur vergeten zijn. En volkomen onwetend daarover zijn. Waar universiteiten, scholen, kindercrash, ouders, iedereen niet over wil praten. Hoe gaat het? Aangenaam. Maakt het goed? Zeker hoor. Fijne dag gehad? Ja, absoluut hoor. En hoe is het thuis? Nou, thuis gaat het iets. La folie est partout. De dwaasheid is overal. Mensen praten langs elkaar heen, leven langs elkaar heen. En owee, als je iets serieus vertelt waar het echt om gaat. Boeddha. Philippus' evangelie. Uit de Nag Hammadi-bron. Onwetendheid is een slavin. En u weet waarschijnlijk allemaal dat de machten en krachten achter het wereldtoneel die ondeugend zijn. Want hier staan dus de liefdevolle krachten achter het toneel. Maar achter het wereldtoneel staan de topbankiers, de geheime genootschappen, de Illuminati, aantoonbaar, bewijsbaar. Gewoon bewijsbaar. En als je daar onwetend van bent, ze hebben maar één doel, wat ze binnen de komende 2 jaar willen doen, 2 jaar maximaal, iedereen tot slaaf, inclusief de ship erbij. Je bent een slaaf aan het worden als je niet wakker bent. Gnosis is de kennis van het hart. Het hart heeft een geheime kamer waar we straks op ingaan met een bepaalde tekst. Waarvan alle wijzen en wijsheden zeggen, daar sluimert het goddelijke element wat zich kan manifesteren in je lichaam. Wordt u dat geleerd? Hoort u kinderen thuis blij thuiskomen? Papa, mama, als ze al ouders hebben, hè? Ik heb toch iets moois geleerd? In je eigen hart. Grote kans als de ouders het niet weten dat ze zeggen dat kind raakt gestoord. Yeshua zei, de fariseeën en schriftgeleerden hebben de sleutels van de gnosis ontvangen en die verborgen. Zelf zijn ze niet binnengegaan en hen die wilden binnengaan, lieten ze niet toe. De fariseeën was een kaste, de Sadduceërs was een kaste en de Essenen was een groep. En Flavius Josephus, en Philo van Alexandrië en vele anderen, ook Eusebius, een kerkvader, schreef dat de Essenen wonderlijke kennis hadden. Geneeskracht. Ze konden echt met de woorden genezen en met een aanraking genezen. Yeshua stond ermee in verbinding. Dus de woorden komen hier vanuit een Essene. Essenai of therapeutoi betekent genezer, heler. En we wisten. En we weten, de fariseeën hadden geheime kennis uit Syrië, Babylonië, Sumerië, over hoe je het pad naar binnen, naar je hart kon gaan. Maar ze wilden niet dat de mensen dat wisten. En ze wilden dat ook niet onderrichten. En zelf passen ze dat niet toe. Liever grote tempels, grote synagogen. Mag ik u iets lelijk zeggen wat niet lelijk bedoeld is en ook niet lelijk is? Wil je vrijkomen van alle godsdienstige hersenspoeling? You have to become beyond religion. Boven religie. Tempels, kerken, synagogen, moskeeën zijn voedingsbasissen geworden op dit moment voor schieten, grijpen, aanvallen, verdedigen. Terwijl alle geheimenissen in ons hart zijn. Alles. En je hoeft er niet eens voor te betalen ook. Geen tiende. Er staat geen man met een mijter. Er staat geen man of vrouw, meestal mannen, met een kalotje op. Gratis. Maar stel je voor dat je dat onderricht. Dat kan niet. Dus dat doen ze en deden ze. Dit is wat we zien iedere dag. Kijk eens goed. U kent die 3 aapjes wel, hè? Niet willen zien, niet willen benoemen en niet willen horen. Ik zie wat jij niet ziet, dat aapje. En kijk eens hoe wij zien. Oh, driedimensionaal. Ik zie een wereld. Ja, welke wereld? De wereld van bedrog, een wereld van leugen, een wereld van artificialiteit. In Nag Hammadi staat, de mooiste teksten die bijna iedereen nu stapje voor stapje begint te ontdekken, en de Agontoi, de heersers van deze aarde,
scheppen een kunstmatige wereld om de mens voor eeuwig, staat er letterlijk, tot slaaf te maken. Ik kan het aanraken. Ik kan het voelen. Wat voel je? Wat raak je aan met je verstopte zintuigen? Kijk eens, die man, het kan iedereen zijn. We genieten vaak meer van onze oordoppen dan de geluiden van de nachtegaal. En zelfs het sprookje van Andersen van de keizer en de nachtegaal laat op het eind zien dat dat artificiële nachtegaaltje kapot gaat, omdat het niet echt kan zingen. Dat nachtegaaltje zingt niet tot je hart. En dan tot slot die mondluier die je daar ziet. Er zit hier ook een Belgische auteur en nog een Belgische auteur. Die noemt dat heel leuk mondluier. Dat verbiedt je te spreken. Oh, ik kwam laatst, maanden geleden, in een winkel. En die zei, monsieur, votre masque. Uw masker. Ik zeg, lequel? Welk masker? Le masque. Ik zeg, le masque? Ik zeg, ah. En ik heb dat enkele keer op, maar dan hangt hij hier, bewust. Hij zei, monsieur, le masque. Ik zeg, ah oui, je l'ai compris, totalement. En dat doe ik, ik zet dat masker hier op mijn voorhoofd. En het is goed. Het is goed. Die man staat recht voor je te slapen. En die zegt, allez, zie. Je kunt verder gaan met die boodschappen. Probeer het maar. Als morgen de minister hier in Nederland zegt, obligé, na anderhalve maand, want ze gaan er weer opfokken en bang maken, de angst aanjagen, zeggen een keer, welk masker? Weet u dat er meer sterven aan allerlei andere ziektes, malaria, difterie, aan oorlogsgeweld, aan vervuilingen, noem maar op. Le masque. Weet u wat persoon betekent in het Latijn? Persona. Twee betekenissen. Personare. Het klinkt door jou heen. Wat? De goddelijke roep als je afgestemd bent met je vrije zintuigen. Maar het werd vroeger ook gebruikt als een masker. De persona was ook een masker. En zo doen we nog steeds. Hoe gaat het? Gaat het? Gaat goed met je? Ja, fijn je ontmoet te hebben. Ontmoet, hè? Dus het moet niet. Ja, dank je wel hoor. Dat was heel erg prettig. Ja, en dan komen ze thuis, weet je wie ik ontmoet heb? En dan zeggen ze een paar lelijke woorden, die vent is... Bhagavad Gita. Een van onze reizen in India, waar we ook... verschillende ontwikkelingsprojecten hebben mogen opzetten. De bouw van scholen voor kinderen. In Karnataka een van de mooiste scholen dankzij uw en steun van duizenden mensen. En in Karnataka kregen we onder andere onderricht van lama's, van monniken. En in de wouden van een leraar, dat vertel ik nu ook maar eens een keer openlijk, die heel lang op ons had zitten wachten. De eerste reis was met dierbare vrienden. En daarna twee keer alleen. Wonderlijke dingen gebeurden. Toen kwamen we in contact met hindoe-leraren. En die vroegen wonder boven wonder. Wil jij de Bhagavad Gita als westerling, maar ik lig niet buiten Westen, dat scheelt veel. Wil je die onderrichten aan ons als oosterlingen? Dat hebben we gedaan. In een prachtig huis met een grote ruimte. Op de grond, lotushouding. Van 8:00 tot 6:00. En toen heb ik gezegd op zijn Hindi-Engels, what do you think is the most important thing in the Bhagavad Gita? Is that Krishna or Arjuna? Sir, that is Krishna. He said, no, it's Arjuna. Because Krishna has been hidden in Arjuna. Dus je moet eerst de kar kennen, het voertuig met de 5 zintuigen die niet verstopt moeten zijn. En dan klopt Krishna in je hart, hier als de blauwe afgebeeld, symbool van de blauwe eindeloosheid, de fluit. Alles komt uit de grondtoon van het bestaan. Kijk eens wat de tekst, wat zegt die? Steeds als de dharma in verval raakt, dus de grondwet van de kosmos, de mens dat niet meer kennen, en het doel van het leven vergeten wordt, o Bharata, o held, manifesteer ik mijzelf. Ter bescherming van het goede en ter vernietiging van het kwaad word ik in elk tijdperk geboren om de dharma te herstellen.
Eén ding, superbelangrijk. Als Christus zegt, wat ge de minste der mijne doet, doet ge mij met een hoofdletter aan, dan is dat ik en het mij consciousness, het zelf, purushottama. Dat is niet een ego. Dus alles is met elkaar verbonden, alles. En doe je een ander iets aan, een levend wezen, dan doe je het mij aan. Consciousness. Wat op diepste niveau niet geraakt wordt, maar het kaatst terug in de vorm dat dharma niet gehoord wordt en karma het gevolg is. Hoor de muziek erbij. Paritranaya sadhuna vinashaya cha duskruta paritranaya sadhuna vinashaya cha duskruta dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge sambhavami yuge yuge. En de fluit waar we straks verder op ingaan. Alles in de kosmos is niet Big Bang en dan Big Crunch. Nee, er is een ritme van ademhaling, in, uit, rust, beweging, waarin consciousness, bewustzijn, God, zonder begin, zonder einde, pure love, zich manifesteert. En komt de dharma tot verval, dan verschijnt een Krishna, een Boeddha, een Christus. En nu in deze eindfase de antichristussen en de valse christussen, waar we straks ook op terugkomen. Hoogmoed in de mens, arrogantie, is prachtig versluierd in oude Griekse mythen, ook in Egyptische mythen, Syrische mythen. De mythe was een mysterieverhaal om je iets duidelijk te maken naar bewustzijn. En wat zegt Daedalus, de kunstenaar, de techniker, de uitvinder, tegen zijn zoon Icarus? Vlieg steeds in het juiste midden, want ze wilde ontsnappen aan het labyrinth in Knossos van koning Minos. Een labyrinth, dat weet je, zonder een draad van Ariadne kom je er niet uit. Komt er niet uit. Maar zij wist hoe ze eruit moesten komen en hij maakte wassen vleugels, want hij was een techniker, een kunstenaar. En dan zegt hij tegen zijn zoon, we kunnen via boven eruit, maar vlieg in het juiste midden. Houd maat. Niet te hoog. Want dan smelten je vleugels van was door de hitte van de zon. En stort je in de zee en vlieg ook niet te laag, want dan neem je vleugels het vocht van het water op. Dat is een prachtig verhaal. Hou het midden. Leef in de maat. Leef niet mateloos. De middenweg, de juiste middenweg, wordt door de Boeddha onderricht. Hij noemt zijn dharma, zijn leer van het pad, van de vier edele waarheden en de acht zeg maar signalen hoe je daar in nobele waarheid kunt leven, noemt hij het middenpad. Middenpad. En wat doen wij? Extreme. We hebben nu Elon Musk, die de Tesla-energie mede verraden heeft. In een van mijn nieuwe boeken zal ik proberen te beschrijven hoe dat gebeurd is. Waarbij de grote bankiers zoals J.P. Morgan, Schiff, Loop, Warburg en zo, hem aangezet hebben tot de meest misdadige arbeid. Want als je namelijk gewaarschuwd bent op een juiste manier te handelen, en je doet het niet, de Icaruszee is alleen maar een symbool van onze hoogmoed. We hebben niet geleefd in de maat. Hij was te overmoedig, stort in de zee. En overmoedig leven, wat nu gebeurt, mateloos leven. Elon Musk, de raketten naar de maan, maar onthoud met uw hart. Hoe verder je weg wil in het heelal, heelal. Kosmos, parel betekent dat, hoe verder je verwijdert van je hart. En we worden voor de gek gehouden, maar kijk eens wat we kunnen.
Maar Armstrong zei al, toen hij de maan geland was, oh my god, they are observing us. Op de maan zijn er lang nederzettingen, verbonden met allerlei planeten, voor de Big Control. En de Starlink van Elon Musk, met zijn 42.000 satellieten, heeft maar één doel. Binnen korte tijd, als we geshipped worden volgens Klaus Schwab uit Davos, iedereen onder controle. Kijk eens, hoogleraar wiskunde die ook zeer moedig zich gedraagt naar de COVID-waanzin. We worden allemaal opgevoed, oh, hè, dit noemen ze box geloof ik, hè? Zo, als je zo doet. Hè? Dus geen hand, hè, maar zo. Hè? Weet je waarom? Ja, simpel. Het virus weet namelijk, als u zo doet naar mij, mag ik niet overspringen. Tot een vriend viroloog mij zei, Marcel, het heeft ongeveer 0,09 nanometer grootte en het masker heeft open vensters van 0,016, dus het is open raam. En de regering, inclusief meneer Rutte, die zijn later Rutte Aas uittroeft, zegt, masker hè. En ondertussen bij hun parties, hey, hoe gaat het? De nieuwe hoge priesters en de oude. Ze hebben vissenbekken en hebben niet begrepen dat Ichthus, Jezus Christus Theos Jezus Zotter, betekent de incarnatie van het licht, Christus. En dat gebeurde in het vissentijdperk, voorafgegaan door het ramstijdperk, zie je het ram, lam, gods, dan zie je allerlei goede herders. Dat zijn leraren die een lam op hun schouder dragen en onderricht in de dharma komen geven. En dan plotseling breekt het vissentijdperk aan. Met 12 vissers, dat zijn geen letterlijke vissers, een allegorie, die vissen naar de ziel van de mens. En dan gaat er later een instituut komen. Oh. Oh. Hoe zei Christus het? Verzamelt u geen schatten van goud en zilver op deze aarde. Het Vaticaan, waar in de auditiezaal letterlijk, u kunt op de website vinden, een draak is afgebeeld. En nu onlangs een contract met de Rothschilds heeft gesloten, 6 weken geleden, om alle schatten die ze nog hebben in een grote investeringsmaatschappij onder te brengen. Ik zeg u, verzamel u geen goud en schatten. De Boeddha sprak over danya, vrijgevigheid. Als u de schandalen op dit moment in de katholieke kerk ziet, wat zo triest is voor zoveel mooie katholieke mensen die vertrouwen hebben uitgeleverd. De paus die binnenkort gaat aftreden. En weinigen weten wie erna komt. Wij wel. Dat is de inleiding voor de antichrist. Wat daar gebeurt is verschrikkelijk. En die mijters van die mannencultuur staan niet toe, wat ik in deel 3 van de parabels, het huis op de rots, uitdrukkelijk heb beschreven, dat de vrouw bij Yeshua, Maria van Magdala, die ook bij de Katharen de apostola apostolorum was, centraal stond. Of je nou in de islam als vrouw zo moet lopen, achter je man, of de christenen zeggen, nee, geen vrouwen, is er een groot verschil. Of je nou zo doet, of zo, of zo, of zo, you have to become beyond religion, for meeting love, om liefde te ontmoeten. Verlaat dit alles wat in de komende weken, maanden, op forse schaal gaat botsen op alle niveaus. Dat zijn de nieuwe hoge priesters. De wetenschap zegt, wij weten. Ik heb van Lao Tse geleerd en Chuang Tse. Zij die weten, spreken niet. En zij die spreken, weten het ook niet. Dus hier ook, hè. Socrates zei, ik weet dat ik niet weet. Maar hij wist ongelooflijk veel, hoor. En dit zijn wat Franciscus, niet de paus, maar de mysticus, die zei ooit, 1 duivel weet meer dan 1000 wetenschappers. We zijn in een narcissuscultuur gekomen. Verliefd op onszelf. Het lichaam staat centraal.
Maar laten we reëel zijn. We worden geboren en zijn al vanaf de geboorte onderweg naar de dood. De cellen beginnen al met de afbraak. En we worden allemaal, als we het geluk hebben, een beetje ouder, moeilijker lopen. Allemaal. Tot we beseffen, en dat is nooit, nooit, nooit te laat, wie we zijn, wat we zijn. Wij zijn dit lichaam niet. Waarom staat er in de Nagamadi-tekst en Thomas-evangelie, het heelal komt uit mij met een hoofdletter voort. Dus uit mij, ook ons, komt wat we zien in manifestatie voort. Zonder begin en einde. We zouden er dagen met elkaar over kunnen spreken en ontmoeten. Zo diep gaat dat. Dus Narcissus, in het Grieks betekent narkao, net als narcose, verstart zijn. Gevangen in onszelf. Ego. Al de talen bij in het Westen beginnen met ik, dan jij, dan hij, dan zij, dan wij, jullie, zij, mannelijk, zij, vrouwelijk. Ik vind, ik ben. Ik heb dus een hoop Indianen ontmoet. Die zegt, wij beginnen nooit met ik, dat kennen we niet eens. Loa, lawai. Jij en ik samen. Gevangen, zodat je een narcist wordt. Ze groeien aan de kant. Van het water. Je ziet de echo niet van je ziel, je hoort hem ook niet meer, je weet niet meer wie je bent, je weet niet meer wat je bent. Ja. Dit is de arrogantie ten top. In Delft aan de universiteit heb ik in 2014 een gastcollege mogen verzorgen in een buitengewoon volle zaal. Ik begreep later dat de rector magnificus, dat betekent de schitterende rector, niet zo erg blij was dat juist ik gekomen was. Ik stond voor het gebouw. Dit wordt gefilmd, hè? U niet hoor, maar ik wel. En ik zei tegen iemand, hieronder maken ze technologie die binnenkort gaat uitkomen. En ik heb het openlijk laten zien, de cyborgmens, transhumane mens. En later mensen mogen ontmoeten van de TU die zeiden, het is zo. Wij zijn bezig met de voorbereiding van de transhumane mens naar de biologische evolutie van aap naar mens, wat een leugen is. Ik zeg u dat als antropoloog, het is een leugen. Ik ben al jaren bezig in de hoop, Deo Valente, dat ik dat boek kan voltooien, dat de hele evolutieleer op leugens gebaseerd is. En wat zeggen deze lui? Wereldberoemd. Dat heet zo, hè? Wereldberoemd. Robert White. Transhumanist, die dus wil dat we straks vol chips zitten, elektronica zitten. Dat we eigenlijk niet meer menselijk zijn met al die organische klachten, ouderdom en noem maar op. We moeten volledige cyborgs zijn. Barst ervan. Wist u dat rond Davos, waar Klaus Schwab de scepter zwaait, die in verbinding staat met eigenlijk al die mensen die achter de coulissen de wereldmacht via bankengeheime genootschap en macht hebben, die nu dus het plan heeft ontworpen binnenkort iedereen te shippen, ga er alles over denken, maar dat die 10.000 wetenschappers om zich heen heeft staan die dit op grote schaal aan het voorbereiden zijn. Binnen nu en 2 jaar. Doe man aan de machine, zaak nein. Die zegt gewoon, binnenkort kunnen we zowel het hoofd van de mens als de menselijke ziel transplanteren. Het begon ooit in het grote schuurziekenhuis in Afrika, hè? Met professor Bernard heette die, geloof ik. En trots waren ze een harttransplantatie. Jaren later lekt uit dat die persoon zwaar onder de depressiva zat, iedere dag medicijnen moest hebben, wilde hij nog een beetje kunstmatig in leven worden gehouden. Want het hart is niet alleen stoffelijk en een holle spier. Het hart bevat het grootste geheim uit de kosmos. Kijk, dat kunnen we binnenkort. Een hersenwetenschapper, George Church, what's in a name? Huh? Meneer Kerk? Niemand, ik heb zijn video gezien, dan zie je het hem zeggen. Niemand zal mij verhinderen God te worden. Wie dit toch tracht te doen, dan zie je hem op de video, I'll kill him. En die wordt toegeklapt. Hoogleraar Harvard, hoogleraar daar, hoogleraar daar. Ik noem zo iemand een laagleraar.
En spijt me, geen enkel respect kan ik daarvoor opbrengen. James Watson van de beroemde DNA met Crick en Watson. Dat weten we ook niet op school, hè? Mensen zeggen dat we voor God spelen. Mijn antwoord is, als wij niet voor God spelen, wie zal het dan doen? Ik heb ooit Jean-Paul Sartre mogen ontmoeten in Parijs. Bij Cartier Latin, ik was een jongetje van 18 jaar en ging met mijn lievelingszus heel vaak naar Parijs. Daar zat hij aan een tafeltje, ik schrok van zijn gelaat, zijn uitdrukking. En later deze man, die zoveel boeken heeft geschreven. Ik heb ze allemaal gelezen, soms gewoon wel letterlijk, zoals een van zijn boeken, La Nausée, de wal ging in mij naar boven. Weet u hoe die gestorven is? Mag ik u zeggen? In de handen van een rabbi. Zo bang was Jean-Paul Sartre, die met Cohn Bendit in Parijs de revolutie opzette voor de dood. Ik heb zijn boek in het Frans gelezen. Je weet niet wat je leest. En zo kan ik u letterlijk tientallen voorbeelden geven van atheïsten als Dick Schwab of een atheïst, ja, Daniel Dennett of Hitchens. Of zoveel anderen die aangefrustreerd zijn in hun jeugd. Sommigen hebben pedofiele problemen meegemaakt. En sommigen zijn zo gepijnigd in hun religie omdat de ouders hun afdwongen dat je het kunt begrijpen. Maar als je dit gaat denken, dan ben je pas echt gestoord. Dit is een uitspraak die moet je met je hart begrijpen. Wat zegt Eckhart? Een van mijn lievelingsmystici. Ik heb ooit een heel groot artikel aan hem mogen wijden. En die zegt, toen ik trouwens in India was, de monniken, de boeddhisten, lazen Eckhart. Lazen Eckhart. We hebben met tulkus mogen spreken, dat zijn bewuste reïncarnaties. Jongetjes en meisjes van 6, 7 jaar, die hun herinnering hebben aan vorige incarnaties. En dan hebben we samen over Eckhart en over Shankara gepraat. En wat zegt Eckhart? God erlöse mich van God. God verlos mij van God. En God is een eeuwiges niets. God is louter niets. Nog dit, nog dat. Maar dat is diep. Hij kreeg ongeveer 104 beschuldigingen van Avignon van de Inquisitie. Hij heeft dat nooit gehaald, want ze hebben hem van tevoren al gedood. Ze hebben Eckhart gedood, vermoord gewoon, onderweg. Dan bleven er nog 4 van over, van die beschuldigingen. En wat bedoelt hij? Legt hij ook uit in zijn predigten. Dan legt hij uit. Wij zijn zo door een concept van God gehersenspoeld. Via religie, via opvoeding. Dat we het wonder van de liefde, van het beginloze, het eindeloze, niet meer verstaan. Dus God verlos me van God wil zeggen, verlos me van al die beelden. Verlos me van al die hersenspinsels. Verlos me wat allemaal God niet is. En de hindoe zegt dat prachtig in de Gita, de Upanishads, de Mahabharata. Het is niet dit, het is niet dat. Wijs met je vinger naar de hemel en je hebt niks gezegd. Nagamadi zegt het echt fantastisch. God is eeuwig geest, zonder begin. Zonder einde, puur liefde, puur waarheid en manifesteert zich via wat wij noemen universum, met talloze mogelijkheden. Vergeet je wie je bent, vergeet je de dharma, vergeet je de kosmische wet, dan komt er ziekte, lijden, uit onwetendheid handelingen die karma veroorzaken en het rad van reïncarnatie draait maar door en op school wordt je echt niet geleerd hoe je daaruit kunt komen. Kom binnen, kom binnen, kom binnen. Kom, de kermis draait nog wel even door. God, zegt Böhme, ik denk dat op onze website het artikel staat, is het ene ten opzichte van het geschapene. Als een eeuwig niets. Want alles wat we benoemen is een duiding, een naam, een vorm. Boeddha zegt heel mooi, alles wat naam en vorm heeft, is het niet. Nama Rupa. Dus dieper dan naam, dieper dan vorm, dieper dan een grens, dieper dan theologen,
Dat is niet van niks als ze logen, hè? Dieper dan dat is het onuitspreekbare. Als kind voer ik een keer met mijn kano op de rivier de Dommel. Met een tekenboekje waar ik meer gedichten in schreef dan tekenen. Want dat laat ik graag aan iemand anders over die hier ook is. En toen mocht ik een verpletterende... Het is niet eens ervaring, je kan niet zeggen ik ervaar. Het was een verpletterend ervaren als kind. Zo verpletterend dat ik er jaren niet over durfde te spreken. Dat heeft niets met kerk te maken. Er is ook geen God die gediend wil worden. Godsdienst. Een God die gediend wil worden, heeft een dik ego. En Yahweh, waarmee we zijn opgevoed, heet in de bronnen van de Hamadi Yaldabaot, de jaloerse God. God die jaloers is? Oh, kom. In de beginne was het zelf. Het zelf wordt ook Atman genoemd, consciousness, bewustzijn. En ze weten heel goed dat het een begin is van een van de ontelbare manifestaties van het leven. Er is geen echt begin. Chuangzi uit China zegt, ik denk niet dat Mao Zedong hem heeft gekend of Ching Pang Ping Pong op dit moment, maar die zei ooit een keer, er is geen begin van het begin en geen begin van de beginloze. In de beginne was zelf, consciousness, bewustzijn, in de gedaante van puur bewustzijn. Dat zegt een van de Upanishads, de Brihat Anurakya Upanishad. Johannes zegt het prachtig. In de beginne is er trilling. Woord. Om. Trilling. In de beginne is het woord. En het woord was niet bij God, het woord was in God en het woord was God. Dus door trilling, energie, komt consciousness, bewustzijn, tot aanschijn. Pure love, kun je dat voorstellen? Het had misschien nog andersom gekund, maar het is niet zo. Het is puur liefde. Tenzij de dharma vergeet. En dan zie je ook bij de Katha Upanishad, heel mooi gezegd, pak er even iets bij. Want die lettergreep om is het Brahman. Die lettergreep is het hoogste. Wie die lettergreep kent, hem of haar valt het hoogste ten deel. Dus het betekent, als je in India komt en je hoort daar klanken, en we hebben een keer met ongeveer 4000 monniken in een cirkel gezeten. We moesten om een onverklaarbare reden middenin zitten en plotseling beginnen ze daar. Dan nog een keer. Als je dat bij je oor houdt, thuis, trilt dat soms minutenlang door. Eindigt de trilling, dan loopt het universum in een mahakalpa af. We hebben nu 4 kleine periodes achter de rug, 4 kleine yugas. Een Platoons jaar, 25.920 jaar, door Plato beschreven. Dat heet de Phoenix jaar. En dat is een giga-omwenteling die de komende maanden en de komende paar jaar iedereen zal meemaken. En voor een keuze stelt, waar sta je, wie ben je, waarom? Iedereen. Dus alles komt uit klank voort, uit trilling. Thomas Evangelie zegt, uit rust en beweging. Rust en beweging. Een van de grootste wijzen uit India
die zich terugtrok op het Arunachala-gebergte, die heeft een prachtige uitspraak gedaan. Zij die het zelf hebben gerealiseerd, zijn vrij van lotsbestemming en vrije wil. Ronald de Meester heeft eens een keer een aantal hoogleraren een beetje gechauffeerd door te zeggen, jullie zeggen dat er geen vrije wil is, dat is een nieuwe tendens, hè? Dat zijn de nieuwe vrije, niet vrije wil hoogleraren, goed betaald overigens hoor. Die leg je helemaal uit hoe dat in je machine van je hersenen werkt en subconscious en noem maar op. En dan sta ik er naar te luisteren en zeg ik, zullen we samen over dialogiseren? Zij die het zelf hebben gerealiseerd, dus consciousness, niet het ego, niet het persoontje, niet ik heet, ik ben, ik heb die positie, maar als het bewustzijn, de Christus in je, de Boeddha in je, gerealiseerd wordt, zich manifesteert door je lichaam heen, personare, dan is er iets gebeurd. Dan ben je gestorven voor de dood. En dan zegt hij ook, dan ben je niet meer afhankelijk van lotsbestemming, dus van karmawetten, en in feite ook niet meer in vrije wil gebonden. Want als je iets wil, ben je niet vrij, en ben je vrij, dan wil je niet meer. Misschien dat sommigen nog willen vrijen, maar ook dat is een stadium waar je ooit een keer overheen kan komen. De Mundaka Upanishad. Twee vogels, onafscheidelijke metgezellen, zitten in dezelfde levensboom. Denk maar aan de boom van goed en kwaad en de levensboom. De ene eet de vruchten, de andere kijkt alleen maar toe. De eerste vogel is ons individuele zelf, ik. Dat zich voedt met genoegens en pijn van deze wereld. De tweede is het universele zelf, consciousness, dat, G-O-D, dat wat je werkelijk bent. Dat als een stille getuige toeziet. Die zit dus ook nooit in de rechtbank. Hè? Boven iedere dualiteit verheven. Zo goed de twee niet tot één maakt, zegt Thomas Evangelie. Het mannelijke en het vrouwelijke, links en rechts, binnen en buiten, zult het rijk van consciousness niet kunnen binnengaan. Beyond duality. Het individuele zelf, ondergedompeld in de wereld van verandering, is begoocheld. Jammert over zijn gebrek aan vrijheid. Maar wanneer het de Heer ontdekt, de ene geest die de bron van Brahman, het ongrondelijke, het verschil tussen Brahma, de schepper, en Brahman, het ongrondelijke bewustzijn, zonder begin, zonder einde, dus je kunt in feite niet eens sterven, want je bewustzijn, het goddelijke in je, kan niet sterven, maar je dient je weer bewust te zijn wie en wat je bent, en dan stopt de cyclus van geboorte en dood. En dan word je één met het zelf, ben je bevrijd van alle lijden. Dus kwetterend zijn we iedere dag maar bezig met onze behoeften, met onze ongelukken, met onze smart, met onze pijn, straks dit, straks dat. En we realiseren niet eens, wie ben ik eigenlijk? Dan vroeg mij eens iemand, Marcel, maak jij nooit zorgen? Ik zei, nou, ik maak me behoorlijk wat zorgen over de mensen die zich te veel zorgen maken. De wereld is zorgwekkend. Dat is geen grapje. Zorgwekkend. Maar er komt een bewustzijnsmoment dat je kunt overgeven aan de ene. Aan de ene. En dan ga je beseffen, echt beseffen, dat ook deze oorlogstoestand, de vluchtelingen, de hongersnoden, alles wat nu zoveel verdriet en lijden veroorzaakt, ook in handen van de ene is. Ter lering van de Dharma. Dat is je vrijheid. Anders waren we al in den beginnen, cyborgen en automaten. Er zijn drie krachten die ons worden onthouden in deze boze wereld. Dat is namelijk CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, de deeltjesversneller. Als je dat mensen zie je Shiva, dat is de god ook van de vernietiging. En dan moet je van weten dat hun geheime getal zijn drie omgekeerde zessen, waar CERN staat, die vlechten ze in elkaar. CERN is opgericht door Rockefeller en betaald mede door het fonds van koning Boudewijn uit België. CERN tracht donkere materie te begrijpen, maar is bezig met een star weapon van je welste,
waarbij niemand bijna weet wat dit inhoudt en wat het klimaat giga beïnvloedt. En wat leren ze ons? CO2. CO2. Wat de planten nodig hebben, de bomen nodig hebben, noem maar op. En we zijn verschrikkelijk bezig met het bomenkappen. Verschrikkelijk aan de vervuiling. Dat is een pestilentie. Ik denk dat ik het mag zeggen dat ik een van de eerste Nederlanders was die daarover begon te praten. Maar dat werkelijk de klimaatwapens vanuit CERN en HARP, High Frequency Active Auroral Research Program, met 365 attendees in Alaska, in Gakona, dagelijks een bombardement op die ionosfeer geeft, waardoor zware onweders komen, plotseling ijsstormen, aardbevingen. Rusland noemt dat hun specht, die hebben dat in het klein. China zijn het drie keer zo groot aan het maken. Wordt u dat verteld op het avondnieuws met de Matrix? Dat we harp hebben. Angels don't play this harp. Mocht u weten wie daarachter staan? Tesla is gedwongen door JP Morgan. Of je kiest voor onze wapenindustrie, want dan ben je gevierd. Hè? Je kan rustig wapens leveren aan welk land dan ook en dan ben je gevierd. En kan je een mooi preekje houden voor de televisie, of je nou president bent of niet. Hij moest meewerken, heeft in zijn autobiografie geschreven, Tesla. Dit is het vreselijkste wapen wat ooit gecreëerd is. Nucleair is daar niets bij. Je zou verwachten dat dat iedere dag het item zou zijn. HARP, klimaatwapen. En het is verbonden, hoor je goed, met Vaticaan. Die hebben een sterrenwacht, Lucifer heet die letterlijk. Sinds 2012 hebben ze hem Luci genoemd. En dat betekent Large Binocular Telescope Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research. De huidige paus heeft nog eens ooit gezegd, nog niet zo lang geleden, te traceren. Als er buitenaardse zijn, zullen we met liefde begroeten als ze zich maar bekeren. Moest u weten wat het Vaticaan weet? In deel 3 van de parabels, wat ik heb mogen schrijven, het huis op de rots gebouwd, heb ik in een fors hoofdstuk de totale gecorrumpeerdheid, omdat ik vreselijk veel van Yeshua houd en van een Boeddha, maar vreselijk veel van de liefde die in ieder van ons hart verborgen is. Openlijk beschreven hoe daar de zaak in elkaar zit. Het is om te wenen, om te wenen. Arme gelovigen, denk ik dan, die het zo goed menen, zo goed bedoelen, die door die topfiguren onderdrukt worden en betonderd worden. Bill Gates, die werkt samen met Kurt Zweil en met Facebook-mensen en heeft, zoals u weet, de WHO in zijn zak, hè? De WHO waar wij op moeten vertrouwen met Pfizer en noem maar op. Ik kan u zo 10 namen noemen van auteurs uit de top die over dit soort farmacie hebben geschreven. En leest u het boek alsjeblieft van Robert Kennedy. The Real Anthony Fauci. Die dus de WHO alles regelt, onze mondluier, de vaccinaties, die uit een farmaceutisch gezin komt van een apotheek en op zijn fietsje overal pillen bracht. En Robert Kennedy heeft het aangedurfd met honderden noten om de hele maffia van de WHO bloot te leggen. En gaan wij straks in oktober, november zeggen, als de regering hier zegt, of in België zegt, of in Italië zegt, u moet die mondluier weer op, u moet dit, u moet dat, het komt weer aan, het is vreselijk gevaarlijk. Doe man aan de machine. Zeg nee. Als iedereen uit zijn eigen keuze, eigen bewustzijn, dit kan, niet omdat ik het zeg, staat morgen het land stil. Dus, Nederlandse regering, u krijgt de komende maanden de grootste beslissing op uw bordje. Welke kaarten gaat u uitspelen? Premier Rutte, troefkaarten, Rutte Aas. Wat gaat u doen? In Davos, binnen de komende maanden. Ziet u niet
dat in Nederland, in België en talloze andere landen miljoenen mensen wakker worden en zich niet meer laten wegsturen met de opmerking samenzwering? Ik kan u moeiteloos, 100 bewijzen uit de top van de top van de top neerleggen. Moeten wij naar zo'n mensen luisteren? Er komt een moment in je leven dat je de innerlijke plicht hebt, zonder wrok, zonder wraak, zonder hatelijkheden, dat je tegen deze mensen zegt, het is gedaan. Het is afgelopen. Ben ik duidelijk? Het is afgelopen. Uit mijn innerlijke kracht, ik sterf liever rechtop dan uw laarzen te kussen. Dan, Kurzweil, bestaat er een God in deze religie? Nog niet, maar die zal er wel komen. Wanneer we eenmaal de materie en de energie in het universum met intelligentie hebben verzadigd, zal het universum ontwaken, bewust worden en ongelooflijk intelligent zijn, artificieel intelligent. Een betere benadering van God kan ik me niet voorstellen uit het boek De Singulariteit van Kurzweil. Je weet niet wat je leest. Waarom komt hij niet met grote letters in alle media? Wij beheersen, zeggen de protocollen van de machten, alle media. Wij bepalen de adviseurs in de politiek. Wij doen dat. De wortel van het kwaad is geldzucht. Timotheus, een apostel. Geef mij, zegt Rothschild, Amsel Meyer, de controle over het geld van het volk. En het maakt mij niets uit wie de wetten maakt. 5 broers. Zij beheersen BlackRock, Goldman Sachs. Soms zeggen ze, kom, we scheppen de Fed, de Federal Reserve. Een particuliere bank van 12 mensen uit dezelfde bevolkingsgroep. Die het geld drukken voor Amerika en miljarden winsten maken. Zij zijn de chiefs, de loops, de waarborgs. Ze hebben soms iemand die zit daarboven bij hun in de vet en heet later Draghi, bij de Europese Commissie en de Europese Bank, en wordt later president in Italië. Of ze noemen hem Macron en geven hem als adviseur Attali en Menk, die vrienden zijn van Rothschild. Of ze richten de EU op, opgericht door Rockefeller, Kalergi, Joseph Retiker, Monet, Kohl, die eigenlijk Cohn heet of Cohen, met als Metge, die aan de Karl Marx Instituut studeerde, enzovoorts, enzovoorts. En dan gooien ze nog een Nederlander tegenaan, en een Fransman en een Duitser, die zeggen de EU. Het is door hun opgericht tegen de goddelijke dharma. Waarom denk je dat ik hier sta? Om duidelijk te maken, het is tegen de liefde van de ene. Tegen de liefde van de wet, met een hoofdletter. Het is tegen iedere menselijke zielenkracht. Het is gewoon een criminele act. Ik heb er geen ander woord voor. En mij behoort, zegt God, het zilver toe. Mij behoort het goud toe. God sprak van de Heer der Machten en de grondtekst staat van de Archonten. U kent het verhaal van Jericho? Jericho moet overwonnen worden. Hoe? Met bazuinstoten, 7 om Jericho heen. En dan zegt de Heer der Hemelse Machten, die eigenlijk Yaldabaoth heet, de jaloerse God, die niets met God liefde te maken heeft. Daarom zei de Qatar ook, er zijn 2 soorten goden. De ene die de ene is, liefde, en de andere het kwade, de jaloerse. En wat zegt dan Yahweh? Jan Dabalt, dood ze allemaal. Het is net alsof je de Qatarse tijd terug hoort. Gooi de baby's en de kinderen tegen de muur aan. Ja, God himself. Maar, zegt hij, breng mij alle goud en zilver. Dit noemen ze de macht van de Anunnaki. Waar ik veel over geschreven heb. En 30 jaar geleden een interview heb gedaan met iemand. Wat inmiddels 2 miljoen keer bekeken is. Dit is wat gebeurt. Mag ik nog even heel kort terug?
Je kunt God en de geldduivel niet tegelijkertijd dienen. Thomas' evangelie, je kunt niet twee paarden tegelijk dienen. Ik durf u openlijk te zeggen, vanuit mijn hart, anders zou ik niet durven spreken, niet kunnen spreken. Ik sta hier, 77, om de ene te dienen, zonder dat ik weet dat ik dien. Ik heb geen andere verlegenheid om het uit te drukken. Deze leugenwereld, na mijn fysieke dood, is er nog maar één wens. Terug naar het huis van de vader, moeder. Het licht, de liefde, waar we allemaal uit voortkomen. Zo loopt dat pad van reïncarnatie. Hoe? Die verstoffelijking, dat varken middenin. De listige slang, de trots, de pauw. Hoe? De Boeddha zegt het zo mooi. Yeshua op een andere manier. Door verlangen, verlangen. Tanya, tanya. Verlangen zorgt dat het hele circus door blijft draaien. Kijk eens wat een genoegen is voor ons gecreëerd zijn. En waarom hebben we continu een heimwee in ons? Een wee naar thuis. Omdat we dieper weten dat het leven zeker een doel heeft. Aan de universiteit werd ik opgevoed met een evolutieleer. Ik ben bezig met 20 jaar studie om de evolutietheorie via mijn uitgever. Hopelijk dat je daarin mag slagen te laten zien hoe een oplichtersbende dat is. Maar daar werd je opgevoed. Maar ja, dat is een blinde evolutie. Er is geen enkel doel. Ik vind nergens grotere waanzin dan daar. En kijk eens, wordt ons geleerd hoe je uit die verlangenwereld komt. Nog meer, nog meer, nog meer. Geld, winst. Dus met open hart te zeggen, ze hebben me echt een keer gevraagd voor de Council of Religions in New York. Rockefeller. Wil je hoog inkomen hebben? Verraad je ziel. Never. Nooit. Wij moeten allemaal dit rad proberen te verlaten. Want er zit hier ook iemand in de zaal die magnifiek is op het gebied van de geboortetrauma's. Die bestaan, hoe dat werkt. Die bestaan. En dat lijden blijft maar voortgaan. Tot we merken, hoe blijft dat rad maar draaien? Dat zijn werelden van bewustzijn. Niet letterlijke toestanden. Na de dood weer dit, dan weer dat, dan weer terugkomen. Want verlangen drijft je terug naar een moederschoot. Daar wordt het wat ingewikkelder gezegd. Allerlei staat van bewustzijn. En kijk hoe dat rad in de klauwen is van Mara, de boze. In het Hebreeuws wordt dat Satanael genoemd. Satan. Een kracht waar nu mensen van beginnen te beseffen dat die echt bestaat. Dat is een mogelijkheid in de kosmos. En die kracht kan alleen maar verslagen worden. Uit puurheid, licht, liefde, waarheid en de dharma. Een mooie tekst uit Nag Hammadi. Zij die zeggen, eerst sterft men. Dan zal men opstaan, die dwalen. Want als men zich niet tijdens het leven de opstanding verwerft, zal men ook niets verwerven als men sterft. Het geheim ligt heel eenvoudig, zoals de grote Soefi-meester Rumi zegt. Sterf voor je sterft. Mag ik u zeggen, dat is nooit te laat. Of je nou op 20 jaar denkt ik ga sterven, of 40 of 90, het is nooit te laat. Er zijn ook in Nederland mensen die zeggen, oh ja, als je toch gevaccineerd bent, je bent verloren, helemaal. Ik ben dus nooit gevaccineerd, nooit, never. Ik mag me gelukkig prijzen dat ik goed gezond mag zijn, maar ik kan morgen ook ziek worden. Maar ik wil ook de doem niet horen als iemand uit onwetendheid zich 1, mogelijk 2 keer heeft gevaccineerd en in 1 keer tot inzicht komt, oei, 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 dat hij verdoemd bijna is. Heel simpel, zo zit ik in elkaar. Voor God is alles mogelijk. Alles. Dus niet te vlug zeggen, maar strijd wel tegen deze krachten. En sterf voor je sterft, dat wil zeggen, je gaat het zaakje doorkrijgen. Je weet dat je van nature een gelukskind bent, bestemd voor het licht en deze wereld. Je bent erin, maar je bent niet meer van de wereld. Yeshua antwoordde. Waarachtig, ik verzeker u, alleen wie geboren wordt uit water en geest, is in staat het koninkrijk van God binnen te gaan. De kerk maakte daar een kwast van, een doopsel en noem maar op. Water was voor de gnosticus inzicht.
Heb je inzicht, dan gaat er een hergeboorte ook cellulair in je lichaam, in je hartstreek plaatsvinden, letterlijk, letterlijk. En dat betekent dus dat je consciousness, het godsrijk, je godsbewustzijn, letterlijk binnen kunt gaan. De vrees valt weg, je hebt wel je zorg en ook de zorgvrees voor bepaalde dingen, maar niet de angst, die valt weg. Evangelie van Thomas. Jezus zei, als zij die jullie lijden zeggen, zie het koninkrijk is in de hemelen, dan zullen de vogelen des hemels u voor zijn. Als ze zeggen het is in de zee, dan zullen de vissen u voor zijn. Maar het koninkrijk is binnenin jullie en buiten je. Waarom? Consciousness, bewustzijn, zonder begin, zonder einde, pure love, puur waarheid, puur zijn, heeft geen enkele grens. Ook geen grens van tijd en ruimte. Want ook tijd en ruimte is uiteindelijk nog de laatste fictie die we mogen loslaten. Het Koninkrijk Gods is consciousness van waarheid, zonder begin, zonder einde, puur geluk, puur zijn, onze ware bestemming. Ja, iemand die ik naam nooit mag noemen, maar nu moet ik het. Twee boeken wil ik toch iets over zeggen, die op de boekentafel liggen. Parsifal en de Graal, Pad van de Ziel, van Marianne van der Dungen, tekenares van al mijn boeken, die hier bescheiden achter het toneel zit, die kwaad wordt als ik haar naam noem. Zoals alle lieve, lieve, lieve mensen, vrienden en vriendinnen die dit mogelijk maken. Maar ik was jaren geleden in opdracht van de Bibliotheca Philosophica Hermetica, moest ik naar New York om het Graalmanuscript op te halen met mijn collega van Jozef van Arimathea, van Duburon, bij de Joodse familie Kraus. Zeer duur. Ik dacht, wat een handel, dacht ik. En op mijn pad kwam ook heel vaak de Graal. En toen Marianne op mijn pad kwam, dierbare vriendin van Marijke en mij, met haar man Frans, toen ontdekte ik dat zij iets in haar had om dit graalverhaal vanuit haarzelf als kweeste te kunnen schrijven. Met haar prachtige tekeningen. Ik ben niet gewend om over boeken zoveel te zeggen en te praten, maar ik durf die van harte aan te bevelen. Omdat daar haar kweeste, haar oprechte zoektocht naar de graal, die niet in de sterren staat, niet in een burcht is verborgen, maar in je eigen burgje van het hart. Het andere boek is volledig opnieuw uitgegeven, van Levensboom tot Kruis. Het is een hele mooie editie geworden, met platen, afbeeldingen en teksten, waar het universum ook wordt gezien, ook vanuit de kosmische wet, als een levensboom. Het is niet bedoeld als reclame voor onszelf, maar om je hopelijk iets moois mee te mogen geven. De uitgever heeft er keihard aan gewerkt om het eergisteren nog allemaal rond te krijgen, inclusief wij allen. Vergeet u vooral niet, Stichting Lindelof. Op de boekentafel ligt een A4'tje. Wij mogen al 35 jaar met een bestuur van fantastische mensen. Wij doen alles onbetaald. We vragen geen honorarium. Onze reizen naar ontwikkelingsgebieden doen we op eigen kosten. 100% van alle gelden gaat naar scholenbouw, kinderhulp, weeskinderen tegen kinderen op de straat die gepornificeerd worden. Projecten in Polen, in Afrika, noem maar op. En wilt u een kleine bijdrage doen, neem het mee. Voel u nooit verplicht. Maar ik kan u zeggen, Stichting Lindelof is iets vanuit ons hart. En dat we ongeveer 8 projecten in de wereld al jaren mogen begeleiden, doet ons een grote vreugde. En doet me herinneren aan de woorden van Christus. Waar waart ge toen ik in de gevangenis zat? Waar waart ge toen ik honger had? Waar waart ge toen ik beschuldigd werd? Dat wordt niet op ik-niveau bedoeld. Maar alles is verbonden met elkaar. En wat je de minste, de kleinste der mijnen doet uit liefde, dat bezorgt u, daar doet u het niet voor, innerlijke vreugde. Ja, krijg je nog 1 plaatje of nu? Ja. Ben ik op tijd? Dat geloof je niet. Maar wij hebben met een paar mensen iets. Ik kreeg de vraag van Frodo en Lucienne
of we iets voor jou konden doen voor ons afscheid en voor je 77ste verjaardag. Och, gus. Wat wij hebben gedaan is, nu moet ik even een nieuwe dia opzetten. Dat weet ik echt niet hoor. Dat is hem nog niet, hij moet nog even verder. Ja, ja. Wij hebben een aantal kunstwerken bij elkaar gebracht, Frodo, Lucien en ik. En die hebben we met teksten van jou verbonden. Daar hebben we een set van kaarten van gemaakt. Ik kan niet zeggen van de draad is gekomen. Oh ja. Yeah. Mm. Oh, dat is echt lief. Oh, ontroerend. Dank je. Dat is echt ontroerend. Mijn bestuur is ook aanwezig vandaag. Die zetten zich ook zo ongelooflijk in. Dank je. Deze 8 kaarten zitten dus in het pakketje. Het pakketje kost 5 euro of meer, maar Lucienne vertelt daar dadelijk meer over. En eigenlijk, we wilden niet jou zomaar een persoonlijk cadeau geven, maar een cadeau van hart tot hart. Dit ontroert mij letterlijk. Dit is verkrijgbaar in de hal dadelijk. Oh, dankjewel. Lucienne ook. Dankjewel. Dankjewel, twee gitaarmeesters. Uit mijn hart. Ja, we hebben eerst nog een paar dia's. Dan dialoog. En na de dialoog nog een paar mooie muziekstukken en nog een verrassing. Waarschijnlijk kennen velen onder u het Hooglied van de Liefde. En menigeen heeft misschien zelf meegemaakt dat dat voorgelezen werd
bij een huwelijksvoltrekking. Ik heb er een beetje een toespeling op gemaakt, een zinspeling en een kleine verandering, hoe je tegenwoordig dit hooglied ook zou kunnen lezen. En de liefde dan. Al zou ik alle talen van alle volkeren spreken, ja, zelfs van buitenaardsen, als ik de liefde niet heb en niet ken, zou ik een galmend bekken zijn, een schellend cymbaal. Zou ik alles kunnen voorspellen, alles weten van internet, Facebook, smartphone, de cloud, 5G. Zou ik alle geheimen kennen van nanotechnologie? Zou ik alle natuurwetten van het heelal kennen, maar niet de dharma? Als ik de liefde niet ken, zou ik volkomen niets zijn. Zou ik het vele kennen, maar niet het ene, dan zou ik als een narcissus zijn, gevangen in het ik, doof voor de echo van mijn ziel, doof voor de liefde van het al. Daar voeg ik nog aan toe hoeveel hoogleraren er nu zijn die de ziel volledig ontkennen. Dat is een van de grote drama's van onze tijd. Een zwaar drama. En dat wordt op school, en zeker niet op universiteiten, niet geleerd. In India, waar we 3 keer mochten zijn en heel veel hebben mogen leren, maar waar ondergetekende ook onderricht vanuit het Westen heeft mogen geven aan boeddhisten en hindoes, waar de mooiste momenten in ons leven, waar we scholen hebben mogen bouwen, daar verdiepten we ons toen al, dan praten we over 30 jaar geleden, daarna weer, maar ook daarvoor, in de Upanishads. Een Upanishad betekent letterlijk Upanishad, zitten naast de leraar of lerares. Vaak is het in de wouden, waar we ook letterlijk onderricht hebben gekregen in India, van iemand die zei, finally, you are back. We have waited a long time, but now you are back. We wisten niet wat we hoorden, maar zo was het wel. En al die prachtige Upanishads, wat mij betreft, zou op universiteiten, op middelbare scholen, op academies, overal onderricht mogen worden. Maar wie kent ze? Wie weet wat erin staat? Ook daar moet in opgevoed worden, in geleerd worden. En al die ballast van nikskunde zou weggeworpen kunnen worden. Kijk eens wat een tekst. Als Yeshua praat over het hart, over de besnijdenis van het hart. Yaldabaoth, die we kennen als Yahweh, heeft een uitverkoren volk wat besneden moet worden. Ik vind het een beetje vreemd als kind al, hoor, dat God een uitverkoren kind had. Stel je voor, papa en mama, ben ik jullie Benjamin en de rest is wat minder? Dit is niet God, G-O-D, in de zin van de onkenbare, de onnoembare, de universele geest, de pure liefde, consciousness, zonder begin, zonder einde. Dit wordt genoemd Yaldabaoth, de jaloerse, die in de Nagamadi-teksten volledig gedemaskeerd wordt. En die eigenlijk de macht van de New World Order over deze wereld wil. En Yeshua zegt daarom, de besnijdenis van het hart is belangrijk. Open uw hart. Waar uw hart is, is letterlijk de wijsheid. Als je alleen al nagaat ons ritme van ademhalen. We ademen zo'n 18 keer per minuut. Dat is een 24 uur, 25.920 keer. Exact overeenkomend met een platoons jaar van 25.920 jaar. En vanuit de positie waaruit wij staan, draait de aarde binnen het zonnestelsel een 24 uur rond. Ah ja, maar dat is de Big Bang, daar zit geen enkele zin achter, dat is allemaal toeval. Genetica is toeval, brein is toeval, zwarte materie is toeval. Dat jullie nog in GOD, wat je allemaal afschuwelijk hersenspoeld geleerd is, geloven. Je moet niet geloven, zegt Francis Collins, die de werkelijke wetenschapper is, en Einstein. Je gaat zien. In mijn leven mocht ik Sheldrake ontmoeten rondom de Qataren.
We herkenden elkaar. En hij ontdekte de morfogenetische velden. Weet u dat in een groep spreeuwen van honderdduizenden, dat weet u, geen enkele raakt elkaar. Maar bijna niemand hoort de toon die ze uitzenden, die vanuit de kosmos in een groepsgeest zit ingebouwd. En door 5G, 6G, 7G maak je dit straks binnenkort allemaal kapot. Sterfte van vogels, massaal, planten, dieren, bomen. En zij weten dat. Dan zegt de Upanishad, alle geheimen letterlijk liggen in ons hart. In de top van de rechterhartkamer, letterlijk, dus als ze in het grote Schuurman ziekenhuis in Johannesburg een hart kunnen overplanten, doen ze alleen een stoffelijk hart, meer niet. We hebben een etherisch hart, we hebben een hart van licht, wat ook in de iconografie vaak als het Christushart wordt uitgebeeld, van waaruit een enorme lichtimpuls gaat. De Essenen zeggen, als u in het licht van de zon kunt kijken die u dagelijks ziet, is dit pas een schaduw bij het duizendvoudige licht van de ene. En de Bhagavad Gita zegt, als je duizenden zonnen ziet stralen tegelijk, heb je een beetje idee van mij, hoofdletter, consciousness, de ene, het ene. Letterlijk, in ons hart zit daar een vonk. Vandaar de uitbeeldingen van de heilig hartbeelden die de kerk triest genoeg zelf niet eens meer begrijpt. Dus dan zie je een mooi beeld van een persoon, een man, een vrouw, die zuiver geleefd heeft en uit het hart straalt een enorme krans. Weet u dat u dat letterlijk kunt zien, hoe een mens leeft, en dat het hart uitstraalt. Daarom zeggen we ook, dat is een hartelijk mens, dat is mijn hartewens, of hartstikke leuk, of hartstikke fijn. Het hart is primair. Alleen waar we beginnen over zeggen, denken met het hoofd, mist het hart. En dan kun je geen Upanishad begrijpen, want in de holte van het hart, boven geleerdheid, boven alles, beter dan alles, levend en niet levend, daar stralend en toch verborgen, is de ene. Letterlijk. Ik heb ook jarenlang in het hoger onderwijs mogen doseren. En juist die dingen mocht ik doseren. Ik was een geluksvogel, want ik, sorry dat ik het zo zeg, ik werd gevraagd voor het onderwijs, voor het hoger onderwijs. Ik zeg, ik doe het onder één voorwaarde, dat ik mag onderrichten wat ik voel. Graag. En ik heb het jaren gedaan, want daar gaat het over. Daar gaat het over. In ons hart, letterlijk. Kun je het voorstellen? Of je groot bent of klein of dik of dun, maakt helemaal niet uit. Het heeft niet met een stoffelijk hart te maken. Het heeft met een krachtcentrale in die streek te maken. Yeshua zei, als ze tegen jullie zeggen, waar komen jullie vandaan? Zeg tegen hen, wij zijn gekomen uit het licht, daar waar het licht uit zichzelf is ontstaan. In CERN, Genève, zeggen ze, zogenaamd op zoek naar het godsdeeltje, wat ze al zogenaamd gevonden zou hebben, het Higgins-deeltje, die zeggen, het is niet onmogelijk, zeggen ze, dat vanuit een onbekende lichtbron het heelal bestaan is, tot ontstaan is gekomen. Ze zeggen er zelfs bij, waarschijnlijk kunnen wij dat straks ook gaan doen. Ja, zoals ook de transhumane mens. Er zit een dierbare vriend, collega, ook econoom, maar vooral vriend, die nog pas een mooi artikel heeft geschreven. Er zitten zoveel ook vrienden, kennissen, lieve mensen, dus ik wil niemand apart noemen. Maar over Harari, lees het gewoon. Lees gewoon wat deze boeven en bandieten allemaal doen. En je ziet het ook iedere dag, hè, op de krant van het Volk, Volkskrant, hè. Je ziet het ook iedere dag in de Telegraaf, hè? Op de voorpagina. Hè? Snap toch gewoon dat dit uitgeselecteerd wordt. Het mag niet besproken worden. Dit is het geheim. Wij komen uit het licht. Er vroeg mij onlangs nog iemand, Marcel, als jij niet meer reïncarneert, want de kerk heeft al heel vroeg reïncarnatie verboden, zoals u weet, hè.
En de drie delen die we mogen schrijven over de parabels van Yeshua. Het laatste deel, het huis op de rots. Dat is weer een herdruk, komt ook in andere talen uit. Daar beschrijf ik openlijk hoe ze dat onderdrukt hebben. Dat de eerste kerkvaders, ook moeders, wordt nooit gezegd dat er ook kerkmoeders waren. Hè? Die spreken openlijk over reïncarnatie. En toen vroeg die vriend, die zegt... Ja, maar als jij niet meer terug wil... Ik zeg, het is geen willen. Ik heb een diep heimwee... Maar dat is niet gewone heimwee, dat ik naar thuis ga. Als ik dit lichaam verlaat, ga ik naar thuis. Ik ben ook niet bang voor de dood. Ook niet bang om oud te worden. Want wat je werkelijk bent, kan niet sterven, kan niet oud worden. Is alleen gevangen, zoals de Nagamadi-bronnen zeggen, in het lichamelijke, in het stoffelijke. En daardoor vergeet je je werkelijke onsterfelijkheid vanuit het licht. Dit is de ware dood als je dit niet meer herinnert. Dat is de ware dood. En daarom is er al die industrie met een beetje opkalfateren, een beetje dit, hoe heet dat, botox, ook een box of zo. Alles is om jong te blijven. Hier ben je altijd eeuwig jong. Altijd. Dialoog, mooi woord. Moeten bij woorden ook stilstaan. Toen ik in het onderwijs zat, zei ik altijd op academisch, ieder woord moet je even stilstaan. Dia, er doorheen. Logos, je gaat dus door de logos. Als een arts, een patiënt, dat betekent iemand die heel veel geduld moet hebben met de arts. Er zitten hier artsen als vrienden. We houden van elkaar en die kunnen er net als ik om lachen. Maar patiënt in Latijn betekent ja, geduld hebben. En dokter betekent dat je letterlijk docio, je moet onderricht geven. Nou, dat ziet u aan de computer. Wat scheelt eraan? Wat mankeert u? Ah ja. Nou, Pfizer of... Dialoog, diagnose. Diagnose, dus door de kennis heen reik je iets aan en... We hebben bijvoorbeeld, ook al zou je iets mankeren, we hebben een kracht in ons van nature. Onvoorstelbaar, onvoorstelbaar. Waarom zou niet ieder van ons diezelfde kracht hebben? Ik echt niet meer dan u. We hebben die kracht allemaal. We zijn uitgerust met iets fantastisch. En de machtselite, corrupt tot op de bodem. De machtselite met alleen hun macht, hun geld en hun seks. Die zijn er alleen maar op uit om ons te onderdrukken. En ik zeg u, het gaat hun niet lukken. Dialoog. Als allereerst wil ik u hartstikke bedanken voor uw bestaan. En dat ik hier mag zijn. Ja. In 2019 heb ik zelf een heel spiritueel moment meegemaakt. Waarin ik eigenlijk heb ondervonden dat de menselijke ziel, dat we ziel zijn. En niet ons lichaam. En ben ik echt geloof in liefde. Als energie. En u bent eigenlijk de enige die het zo mooi kan verwoorden. Het heeft me heel veel bevestiging gegeven. Dank u wel daarvoor. Ik ben ook dankbaar dat ik nu u een vraag kan stellen. Ik heb eigenlijk twee vragen. Allereerst, in 2009 had u een interview, als het goed is, in 2009, over het boek Worden wij wakker? Ja. Daarin voorspelde u eigenlijk al wat er nu gaande is met de vaccins. Dat, u voorspelde dat de nanotechnologie in de vaccins zal zitten, die wereldwijd iedereen toegediend zouden worden. Mijn eerste vraag is eigenlijk, hoe wist u dat? En... Zal ik het eerst beantwoorden? Want ik heb misschien een heleboel vragen. Ja, dan de tweede vraag erachter. Ja? Ja, als u dat eerst zou willen beantwoorden, eerst op ingaan. Kom dan met de tweede vraag. Makkelijk. Laten we zo zeggen, ik werk, tussen aanhalingstekens, al jaren met de internationale ploeg. We werden ook ooit uitgenodigd in een land waar alle pioniers van de aarde bij elkaar kwamen. Heel lang geleden, inclusief David Icke. We hebben weer heel veel harte contact met elkaar, David, en ondergetekende. Maar ook met een heleboel andere pioniers kwamen al jaren bij elkaar. Hoe kom ik eraan? Liever praat ik er nooit over, maar ik wil er ook niet geheimzinnig over doen. Ik krijg heel vaak als ik naar bed ga, ik slaap kort,
gemiddeld 4-5 uur, krijg ik beelden. En ik lees heel veel. We mogen een zeer, zeer mooie grote bibliotheek hebben met heel veel bronnen. Die wordt later als geschenk doorgegeven als er een later in de stof hier is. En ik wist gewoon innerlijk dit gaat komen. Ik weet zelfs de pagina's 199, 200 en 201 en worden we wakker staan het over nanotechnologie en cybernetica. En ik waarschuwde toen al dat dit gevaarlijker zou worden dan de nucleaire toestanden. Veel gevaarlijker. En als Schwab nu in Genève dus al begint in de richting van de chip, eerst bij kinderen, later bij volwassenen, dan kunt u dat in 2006 lezen. Mijn uitgever, waar ik een hele goede relatie mee had, ik zat altijd bij supergoede uitgevers, die zei voor het eerst toen, en ik mag dat zeggen zonder iets vervelends te doen, Marcel, wat kun jij een prachtig boek schrijven over lelijke dingen? En toen zei ik, Paul heette die, dit gaat gebeuren. En ik wist ook, dat duurt nog een aantal jaren. Toen ben ik begonnen met Dharma-onderricht voor duizenden mensen. Om stapje voor stapje, want de mensen moeten ook barrières nemen, dit naar voren te brengen en te waarschuwen. Want dit is een enorme aanslag. De grootste bij mijn weten, die ooit in een yuga, in een tijdsperiode, tegen de liefde, tegen de menselijke ziel, tegen alles wat dierbaar is, ondernomen wordt binnen de komende maanden en paar jaar. En ik zeg dat niet om schrik aan te jagen. Tegendeel, als je van die schrik en die angst los kunt komen, komt er een vertrouwen in de ene. Naar u teruggespiegeld. De hele ploeg waarmee we dit doen, het zou voor ons onmogelijk zijn als je niet beschut, beschermd wordt en gedragen. Maar dat geldt voor iedereen. Iedereen die zich daartoe wendt, zal gedragen worden. Vrees niet. Ik, mij, consciousness, love, ben met u in alle tijden. Maar dan moet je de dharma, en we zijn niet perfect, we maken fouten, moet je proberen te leven in woord, gedachte en daad. En ik wil u zeker straks een keer omhelzen als dat mag. Want ik weet niet waarom, maar... Dat is eigenlijk ook nog een wens van mij. Ik had twee wensen. Dat is dat ik u een vraag mocht stellen en u een knuffel mocht geven. Ja. Nou, heb ik een vraag. Hoe wist u dat? Want uiteindelijk, als de liefde er niet meer is, en die is er, die is centraal, is alles nutteloos kapot. Ik adem, leef, werk... Slaap kort vanuit die kracht. Dat is het enige. Ja, nog meer? Andere vragensteller? De tweede vraag was eigenlijk ook met betrekking tot de vaccins. Want de meeste onafhankelijke onderzoekers wereldwijd zijn dus achtergekomen dat het hoofdbestanddeel oxidografeen is. Ja. Dat is ook een nanotechnologie. Ja. En dat bestaat precies natuurkundig gezien uit 6 neuronen, 6 elektronen en 6... 666. Ja, 666. Ja. En dat is exact ook wat in de Bijbel staat bij de openbaring, een stukje van het merkteken van het beest. En dat is voor mij eigenlijk heel veel te toevallig. En ik vroeg me af wat uw visie daarop is. Denkt u echt dat wij nu in deze eindtijd leven? Ja, wij leven in de eindtijd, absoluut. En als je eindtijd ziet, dat is het einde van een grote cyclus. Hè, en dat daarna weer een herschepping begint. Dus bijvoorbeeld als je de vloed leest in het Oude Testament met Noach, de Ark, etc., lees je dat ook op de Sumerische kleitabletten. Ik heb er ook veel over gepubliceerd. Je leest het ook op de Syrische tabletten. Je leest dat in de Indiase bronnen van de Mahabharata. Overal komt de vloedverhaal voor. En daarom zegt Yeshua, het zal zijn als in de dagen van Noach. De vloed zal terugkomen. Als Pakistan onder water staat, is dat niet alleen door natuurlijke regens, maar ook door het gemanipuleer, waarvan Plato op een indirecte manier al schrijft dat tijdens Atlantis vreemde dingen gebeurden. Want heel veel incarnaties, zelfs Tesla, een genie van je welste, die misbruikt is geworden door de rijke bankiers, bevestigt in zijn autobiografie dat er op Atlantis iets ook met hem misgegaan is. En weer zetten ze hem onder bedreiging, weer willen ze hem vermoorden. En wij leven in apocalypse, wat in het Grieks betekent ontsluiering. Alles wordt, hoor goed, in de komende weken, in de komende maanden
En zeker in 2023, ik had net nog een heel mooi gesprek met een dierbare vriend en vriendin die we al heel lang kennen en op cursus kwamen, al op hoge leeftijd. En die zei tegen mij ook, die vrouw, volgend jaar, Marcel, ik zeg, het gaat in de winter. Ook de goede vrienden hier van heel veel websites. Er zitten heel veel vrienden en vriendinnen met enorme websites, weten dit. Het gaat losbarsten, maar ga je kracht. Daarom begon ik, doe man aan de machine. Zeg nee, zeg nee. Het rad kan alleen maar stilstaan als we de grote weigering doen. We leven in apocalypse, ze zijn voorbereidingen bezig met de antichrist. Daar moet je bij weten dat een van de Rothschilds beheersen met de Rockefellers en de Chiefs, de Loops, de Warburgs, de Fed, de Goldmans, de Sachs, Goldman Sachs en Sachs, die beheersen de hele planeet. En als u ook nog weet dat de centrale antichristfiguren twee Joodse mensen zijn, Sabbatai Zevi en Jacob Frank, die door een van de Rothschilds aanbeden worden. Als u weet dat ze met harp, het meest vernietigende wapens waar CO2, ja, wat is een peulenschilder, dat is ook natuurlijk niks bij is. Dat kan alles kapot maken, zelfs interstellair, wat ze in Atlantis al hadden. En als u dan weet dat Rothschild gewoon open en bloot Sabbatai Frank en Sabbatai Zevi en Jacob Frank vereert, die openlijk, we hebben al hun werken gezien, gelezen, nationaal, internationaal, ze zijn bezig met de voorbereiding hoe met harp in Gakona, in Alaska, kunnen ze projecties op de ionosfeer doen, die in de mesosfeer terugkaatsen, en dan zie je een Boeddha op de wolken, een Christus op de wolken, en dan zeggen ze, Christus is teruggekeerd op de wolken. Bijna iedere gnosticus wist, de wederkomst van Christus op de wolken wil zeggen dat een yuga, een eindtijdperk, eindigt, het licht alles openbreekt, en dat licht wordt de Zoon genoemd, de Christus, de manifestatie van het ongrondelijke consciousness, de ene die liefde is. Met andere woorden, de zooi die hier nu gemaakt is, die nog wat mensen hopeloos maakt, waar ik iedere keer zeg, hou je vertrouwen. Het is ook een test. Het is een testcase. Waar sta je? Wie ben je? Ook de politiek in Nederland. Ik kan u nu al zeggen, dan vraagt u misschien over een paar weken, hoe wist hij dat? Gaat in de komende weken en maanden buitengewoon zwaar beproefd worden. Alles gaat omver. Alles. Er blijft niks overeind. Dank u wel, mensen. Dag, Marcel. Ja, ik ga even staan. Hallo. Hier zitten allemaal potentiële zaadjes. Juist, juist. Die nieuwe wereld, zoals we die ook voor ogen zien, hè? Zoals jij die ook al schetst, ja. Ja. Kunnen creëren. Maar kunnen creëren, ja, samen. Absoluut. Maar nu de vraag aan jou, van hoe kunnen wij... He, wat is de boodschap voor ons allen, vanuit jou? Van hoe kunnen we dadelijk, als we deze zaal verlaten... Ja. Naar onze vrienden, familie, naasten, ja, en misschien verder buiten, dit, ja, zaadje op een, ja, mooie manier, ja, verder doorgeven. Daarom begon ik ook met te zeggen, als iedereen dit op zijn, haar manier kan vertalen, we zitten hier met 700 mensen, het wordt gefilmd, dat komt voor een publiek van honderdduizenden, en iedereen die het verstaat op zijn, haar eigen manier, zoals je het voelt, doe het alsjeblieft vanuit het licht. Voor mijn part doe je het in een meditatie van licht, liefde, een woord, zit stil. He, ga er geen technologie van maken, van zo moet ik zitten, zo moet ik staan, want dan krijg je weer allerlei bindingen. Maar doe het vanuit die kracht die je bent en durf nee te zeggen en organiseer je ook. Kom bij elkaar in groepen. Bereid je ook voor, en dat is niet egoïstisch bedoeld, er gaan hongersnoden komen, die zijn ze al aan het creëren, op grote schaal. Deel met elkaar. Verzamel niet voor jezelf, deel met elkaar. Hou een gebedje, maar dan niet een gebedje van een kerk, een synagoge of een moskee, maar doe het met elkaar. Hier zit ook een aantal familieleden van mij, letterlijk neven, nichten en zo, die het al zo jong ook begrepen. En we zijn allemaal familie, allemaal.
En ieder kan op zijn, haar manier, maar organiseer je ook een beetje. Sta niet alleen. Ken je je straat, in je buurt, in je dorp, in je stad. Ken je mensen waarvan je voelt affiniteit. Kom een keer per week bij elkaar. Het zal je ten nutte komen. Want wat ik net over de regering zeg, gaat internationaal gebeuren. Alle grote organisaties, VN, EU, NATO, Federal Reserve, noem maar op, zijn allemaal door hun zonder één uitzondering gecreëerd om dit ultieme moment ons te pakken nemen. En doe het op je manier. Vertrouw, vertrouw. Iemand had me berekend. Ik doe dat zelf nooit. Die zei, Marcel, je hebt 1550 lezingen gehouden. Ik zei, nou, ik heb me dat nooit afgevraagd. Maar ieder van ons kan, ieder van ons uit dezelfde kracht, er is niemand meer, niemand minder, de boodschap met elkaar, maar kom bij elkaar. Al is maar vier, maar twee of meer in mijn naam, dus van consciousness, van de liefde bij elkaar komen, daar ben ik, niet als ego, daar is consciousness, daar is liefde, daar is bewustzijn. Dat draag je elkaar en dan kun je de boodschap, en dat kan op grotere schaal, hè? Ik woon nou niet in Nederland meer, maar in de Ariërs, het Qatari gebied, maar daar organiseren we ook een heleboel, hoor, met een heleboel mensen, daar worden ook heel veel mensen wakker. En ik heb soms mijn mondharmonica en dan loop ik op de markt te spelen, Canto, want dat is het lied van de Qatari. En dan zeggen ze, wie ben je, wat ben je? Ik zeg, ik weet niet wie ik ben, maar wie ben jij? En zo. Mensen zeggen wel eens tegen mij, ja, ik ben te nuchter voor deze poëzie. Dan zeg ik wel eens, ja, hè, nuchterheid is ook maar een overtuiging. Wie ben je dan? Ja. En laten we reëel zijn. Er is een soort nuchterheid die door deze machtselite met drugs en alcohol en weet ik wat ook helemaal kapot wordt gemaakt. Hè? Want er wordt allemaal gesproken over CO2, ziekte daar, maar dat er bijvoorbeeld aan alcohol en drugs miljoenen per jaar sterven die zij niet alleen toestaan, maar mee organiseren, geen woord. Geen woord. Dus we moeten wakker zijn, delen met elkaar, niet bang zijn. En ook nogmaals, de hongersnood gaat vanaf eind dit jaar gecreëerd worden, partout, overal. Misschien hier wat later, Frankrijk wat later, maar het gaat komen. Organiseer je, vertrouw en leef vanuit het geestelijke brood. Dan zul je nooit tekort komen wat ook je lichaam nodig heeft. Dank je wel. De eerste vraag is, de machtigen, de kwakelieten, hebben al zoveel macht in de wereld. Maar wat bezielt hun om er toch nog meer macht te willen? Wat is hun drive? Daar kun je absoluut antwoord op geven. Dan moet je eerst de Nagamadi-bron een beetje kennen. Ik heb in deel 3 van het huis de rots gebouwd. Heb ik over de Anunnaki ook geschreven. Dat is een overgeval, letterlijk, op deze planeet geweest. Beschreven in boek Enoch. Wat betekent ingewijde, wat door het Vaticaan verboden is geworden. Alle verboden literatuur ligt daar in de archieven. En daar staat in onder andere dat de wachters, de engelen, op aarde kwamen. Dat waren de boosaardige engelen waarvan de Bijbel, Bijbel betekent gewoon boeken, bibloi, waarvan de Bijbel zegt dat zij met 1/3 in oorlog kwamen in de hemelen. De oorlog in de hemelen. Onthoud met je hart. Vanuit Brahman. Dat wat is, het zelf, bewustzijn, de ene, is geen oorlog. Never. Oorlogen spelen zich af binnen de gemanifesteerde werelden. Daar kan ook dualiteit op komen, daar kan het kwaad op komen, daar kunnen wilsbeschikking komen. Wij zijn letterlijk, en ik zal mijn nieuwe boek, misschien worden het toch 2 delen om het een beetje uit te splitsen, zal ik dat beschrijven, hoe deze macht van de Anunnaki, wat in deel 3 al een beetje staat beschreven, de vrouwen van deze aarde verkracht hebben. En dan praten we over titanen later als nageslacht, die 3 tot 6 meter groot werden. Dus las de Romeinse kerk van, hé, wat staat er? Er waren reuzen op de aarde. Oh, dat is net als bij Grimm en Andersen natuurlijk, hè? Dat is een sprookje. Nee. Gaan we naar Smithsonian in Londen. Er hangt ook nog een foto van de Queen Elizabeth. Elizabeth, El Lizard Bed, huis van de lizard. Daar staat ze zo voor een skelet van 6,5 meter. Ik wist het al jaren. En als antropoloog ben ik ook met archeologie verbonden. En weet ik van opgravingen van duizenden skeletten. Ik kan ze zeggen, ik werd uitgenodigd door een vriend archeoloog om naar Rusland mee te gaan. Ik kon helaas niet. En die kwam een keer, leuk om te horen, de vlieghaven binnen. Hij zei, Marcel, weet je hoe ik een dijbeen van een reus heb vervoerd? Ik zei, kom jong, vertel. Hij zei, ik had een koffer. Ik zal het even uitbeelden van hier tot hier.
En ik kom bij de douane, daar komt u nog, 30 jaar geleden. En die zeggen, meneer, wat zit er in die koffer? Een dijbeen van een reus. Loopt u maar door. Echt gebeurd hoor. En dat betekent dat dus in de genetica, in het gen, vandaar dat in de eugenetische wereld van Hitler-Duitsland, het scheppen van de blonde ras, hè, maar nu met de transhumane mens, lees het, er zijn hier zoveel mensen die prachtige websites hebben. Er zit hier ook iemand, die was een van de eerste in België, die de chemtrails aanklaagde. Nou zeg, onvoorstelbaar wat die man heeft te werk gekregen. Dus de genetica is ook in grosso mode in hun handen. Ze willen via chips het genetisch patroon beïnvloeden. Ze willen ook via de seksualiteit met de perversiteit erbij alles beïnvloeden. En het is begonnen met de verkrachting van de vrouwen van deze aarde. Waardoor de genetische patronen fundamenteel werden beïnvloed. DNA was een van mijn pakketten aan de universiteit en ik schrok ervan. En ik schrok ook van mijn hoogleraar fysische antropologie durfde te zeggen over evolutie. Dat ik dacht, ja maar... Zou ik eens een keer zeggen wat ik durfde te vragen in de collegebank? Ik noem de naam niet, want hij leeft nog. Hij had de hele evolutietheorie geschetst. Ik ben dus nu 30 jaar onderzoek aan het doen en deel voor lente wil ik het proberen te publiceren. En dan zegt hij, kijk, en dan de reptielen en dan de vogels. En dan toen zei hij, professor, want vroeger stond je op, had je een netpak aan en hij sprak ons met meneer of mevrouw aan. Hoe zijn die vogels nu precies gaan vliegen? Ik zeg, aan de ene kant zegt hij, alles gaat langzaam, heeft ze tijd nodig, miljoenen jaren. Ik zeg, hebben ze eerst één veertje ontwikkeld en toen twee? En die holle beenderen, hoe zit dat? Want als je geen holle beenderen hebt, kun je niet vliegen. Ik zeg, en zit je half-half in de evolutie en niet genoeg veren en nog niet geholle benen, volgens de evolutietheorie, the struggle of the fittest, word je opgegeten. Weet je wat zijn antwoord was? Zegt u maar, meneer Messing, dat professor puntje puntje dit gezegd heeft. Afgelopen discussie. Ja. Alleen op autoriteit. Dus er is ongelooflijk veel gemanipuleerd in de genetica, in de evolutietheorie, in de Big Bang theorie. Ik verzeker u, binnen de komende half jaar gaat de hele Big Bang gaat Big Bangen springen. Het barst van de leugens. Het wordt gebracht op tv, het wordt gebracht op internet. Oh, zwarte gaten, multidimensioneel, multiversa. En weet je wat Yahweh zegt, of Yaldabaoth? Wie heeft Orion geschapen? Ik dacht, welke god beroept zich op zijn eigen schepping? Daar zijn we allemaal mee opgevoed. Dat was de vraag. De vraag was dat de kwalijke elite van deze tijd eigenlijk al alle macht in handen hebben. En dat ze die dus toch nog verder willen uitbreiden. Ja, okay. En ik snap die bezieling erachter niet. Ik heb er zelf al een antwoord op geformuleerd. En deze informatie wist ik gelukkig al vanwege je eerdere dingen die ik gezien heb van je. Maar ik begrijp dus uit je antwoord dat het komt dus eigenlijk vanuit de verkrachting van de vrouwen van de wereld door de Anunnaki. Dat daar de kiem is ontstaan van het kwaad. Ja. En dat we daar nog steeds van in leven en alleen nu in die eindtijd komen. Sterker, een aantal van de grote geslachten van bankiers, koningshuizen, zijn verwant met deze entiteiten. En die hebben alle macht. Want God praised... In Engeland hebben ze een lied. God... Ik zei vroeger mogelijk Shave the Queen, maar je moet het doen. God save the Queen. En toen waagde ik te zeggen, ik werkte vroeger ook een beetje voor de icon. Ik zeg, en wij dan? En wij dan? Bijna alle koningsgeslachten zijn genetisch verwant met elkaar. En kijk dus naar de gouden koetsen. Ondertussen kun je wapenleveranties doen en Lockheed en zo. Je mag je generaalpakje uittrekken, maar meer dan dat hoeft ook niet. En ze hebben alle macht. En dit begint ook door te breken bij de mensen. Want die zijn genetisch verwant. Topbankiers zijn genetisch verwant. Voorbeeldje, Al Gore, bekend. Man, dat lift je over klimaat. Zijn dochter is getrouwd met Chief Loup Warburg van Wanda Rothschild. Kent u Maurice Strong van de Climate Change? Ik schreef in een van mijn artikelen, Maurice Strong, stronger, strongest. Waarom? Hij was hoofd van een bepaalde afdeling van de Fed, Federal Reserve, en zat de eerste klimaatconferentie voor.
Zo zit het in elkaar. En zo was toch ook de eerste secretaris-generaal van de NAVO, rechterhand van Hitler? Zelfde. En dit, waarom ik in het begin zei, want ik heb niet de gewoonte om dit soort namen uit te spreken. En ook niet om te willen zeggen, jij bent het, maar het moet geweten worden. Het moet geweten worden, want anders gaat het ons overvallen op een manier dat er heel veel lijden komt. En dat kunnen we nog vermijden. Ja. Dus die verwantschap. Bedankt. Graag gedaan. Mijn tweede vraag. Ik ben omsingeld door mensen die niet weten wat wij hier allemaal weten. En ik geloof ook in het goede dat we uiteindelijk alles zullen overwinnen met liefde en met licht en met goedheid. Mijn vraag is, wat vertel je nu mensen die je eigenlijk wil waarschuwen, maar dan is het zeker steeds negatief, over waarom het goed zal komen? Wat voor argumenten kan je noemen waardoor uiteindelijk wij eerst nog een diep dal zullen moeten, maar waardoor het wel eens goed zal komen? Er is een tekst uit de Nag Hammadi-geschriften. Zonder de kennis van het kwade kunt je niet tot het goede komen. Dus we moeten elkaar ook niet iets wijs maken en zeggen, nou, ik bescherm je, dat moet je niet weten. Je moet het weten, maar leer ze dat het algoede, niet voor niets spreekt een Plato daar ook over, maar we weten dat ook zelf in ons hart, het algoede is de basis. En binnen de vrije wilsbeschikking, binnen de potentie van het universum bestaat ook de mogelijkheid tot het kwade. Maar ga iedere keer terug naar het algoede. Dit wordt toegestaan binnen een bepaalde grens. Simpel gezegd, de ene, God, maar dan niet in een kerkelijk begrip, staat dit toe vanwege de vrijheid. Tot een grens. En dan wordt de zaak opgeschort, wat nu aan de gang is. Maar is dan die ene degene die bepaalt wat die grens is? Of bepalen wij dat met z'n allen, doordat we met z'n allen eigenlijk zeggen, we voelen dat dit niet goed is, en dan zegt de ene, hey, de meerderheid is tegen, dan gaat het niet meer door. Nee. Er is niet een dualiteit, de ene en wij. Ik ben blij met uw opmerking, want het zou tot een misverstand kunnen zijn. Op het moment dat wij kort sluiten van binnenuit met consciousness, de ene, zijn wij het die dat mede bepalen. Er is niet een God buiten of boven ons en wij hier ergens. Nee, dat is een samenspel van bewustzijn. Ik vind die vraag echt belangrijk en ook heel goed om dat op te ruimen tot een mogelijk misverstand. Dus het is niet daar wordt beslist en hier niet beslist. Het is een samenspel van bewustwording en bewustzijn. Nou, heel fijn voor die duiding, want ja, je leest natuurlijk en ziet heel veel informatie van heel veel mensen die in het algemeen wel op veel punten met elkaar overeenkomen. Ja. Maar er zijn details inderdaad. Het gaat dus eigenlijk allemaal om onszelf, ons onderbewustzijn, ons innerlijk, ja, in ons hart. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En de breindokters die op dit moment overal zegevieren, nogmaals even Dick Schwab, die openlijk durft te schrijven, ik ben het brein. Ja, ik vind het een van de beste moppen die ik ooit gehoord heb. Hij moet meedoen aan de slimste mens. En de? Hij moet maar meedoen aan de slimste mens. Ja. Ook al zoiets, hè? Smart steden, smartphone, slimste mens. Het gaat niet meer om wijsheid, het gaat om slim. Slim. Hartelijk bedankt. Graag gedaan, Messing. Mag ik wat vragen? Ja, zeker. Ik heb in het verleden best veel hoop gehaald uit de openbaring van Johannes. Ja. Maar nu twijfel ik een beetje van wat is daar waarvan, wat is daar niet waarvan, omdat ik ook weet dat in de Bijbel dingen veranderd zijn en gemanipuleerd zijn. En ik wil graag weten, wat is jouw visie op het verhaal van de Bijbel van Johannes? Ik heb geprobeerd in 1000 pagina's, parabels 1, parabels 2, parabels 3, wat nu een herdruk is, om ook boek Openbaring ter sprake te brengen, wat zich afspeelde op het eiland Patmos. Johannes was een van de grootste ingewijden, een van de dichtst nabije leerlingen van Yeshua, samen met Maria van Magdala. Maria van Magdala was een super mooie vrouw, een super grote ziel. Niet voor niets met die mannenmeiters, eruit jij. Boek Openbaring behoort tot de meest geheime boeken ter wereld. In mijn nieuwe boek, waar ik nog hard aan bezig ben, bespreek ik boek Openbaring exclusief in een aantal pagina's, hoe de ontsluiering nu
overal zichtbaar is. Je kunt gewoon met de beelden, symboliek. Carl Gustav Jung heeft dus ooit ook een stuk over openbaring geschreven en zegt in verband met de symboliek, het zijn symbolen die met de ziel en met bewustzijn te maken hebben. Johannes van Patmos heeft grootse dingen verteld, maar die kun je alleen maar begrijpen vanuit symboliek, uit het tijdsgebeuren toen en vanuit het gebeuren nu. Maar ik vind het een van de mooiste, de diepste boeken, maar die is niet zomaar ineens toegankelijk. Dus zie je ook dat getuigen van Jehovah, die gebruiken zo'n boek naar mijn idee op een exoterische wijze. Of mormonen, of groepen die zeggen, ja, de eindtijd nadert, pleeg maar zelfdoding. Dat heeft daar niets mee te maken. Ik hoop erin te mogen slagen om over dit deel, in het nieuwe boek wat ik aan het schrijven ben, iets meer te mogen zeggen. Want het is een mysterieboek met grote waarde, waarin de symbolen helemaal nu herkenbaar zijn. Oké, okay. Ja. En mijn tweede vraag is, je hebt het al gezegd, het gaat allemaal goed komen. En ik hoor je ook zeggen van ja, maar we hebben daarvoor bewustwording nodig. En sommige mensen denken dat het goed gaat komen op aarde. Zelf denk ik dat het meer geestelijk is, maar hoe zie jij dan het goed komen? Is dat geestelijk of is dat aards? En ook, ja, er zijn genoeg mensen die nu overlijden met, door de prik of wat dan ook, die niet bewust zijn. En hoe gaat dat dan met mensen die niet bewust zijn? Want ik heb zelf, ik denk zelf, ja, ieder mens wordt gered, zeg maar. Maar goed, waarom is dan dat bewustwording zo belangrijk, terwijl niet iedereen bewust wordt? Ik zou graag willen weten hoe u dat ziet. Op onze website staat onder andere een thema wat besproken is. Bevrijding komt niet zomaar uit de hemel vallen. In de New Age bijvoorbeeld zeggen ze heel makkelijk, we gaan straks van 3D naar 5D. Nee hoor, zo eenvoudig is het niet. En het gaat niet zomaar goed komen, dan moet ongelooflijk hard gewerkt worden. En er is een kans dat het even deze ronde niet goed komt. Maar op het grotere geheel, in de grotere dimensie, is het al goed. Maar binnen de rondes die wij bestrijken, kan het, als de mens weigert op te staan, wakker te zijn, in de liefdekracht te gaan staan, kan het behoorlijk misgaan. Dus ook het sterven, je sterft zoals je nu leeft. Door een vriend die hier in de zaal zit, hebben we een keer een hele middag contact opgetrokken met Eben Alexander over zijn boek van bijna doodervaringen. En ik heb er ook met anderen over gesproken. Je sterft zoals je bewust bent, maar je bent niet vrij. Er zijn hele mooie hemelen na de dood en hele mooie toestanden. En ook mensen die gestorven zijn, die dit letterlijk kunnen volgen. Maar de absolute bevrijding, de echte bevrijding, volkomen bevrijding, gaat nog een stap verder dan 3D, 5D. Om volledig tot total consciousness te komen. Totaal bewustzijn. Totale liefde is mijns inziens de beste sleutel. Leven in de wereld, maar niet meer van de wereld. Dus je maakt je gereed om terug te keren naar het huis van de vader en moeder, het licht. Maar totale liefde, totale vrede, totaal geluk is. Op aarde kunnen we betere situaties scheppen, gelukkigere situaties. Maar de absolute bevrijding gaat daar bovenuit. Want zoals het nu Kali Yuga is, ijzeren tijdperk, en na een poosje krijg je weer dat die molen gaat werken, kom je in het gouden, ja, zilver, koper, ijzer, tot je door de naaf van het wiel volledig ontsnapt, omdat je alle verlangens durft los te laten. Want verlangen is het bindmiddel om terug te komen. En terecht, want je verlangt ernaar. Maar betekent dat dan dat degenen die het verlangen niet los kunnen laten, en ongeacht of ik dat ben of iemand anders, het maakt niet uit, dat die dan weer in een volgende ronde komen, in een reïncarnatie? Dat hoeft niet op deze aarde, niet op deze planeet. De Boeddha heeft mijns inziens terecht, ik ben geen Boeddha, terecht geschetst dat er vele werelden zijn. Yeshua zegt, het huis van mijn vader en moeder heeft vele woningen.
Dus er zijn heel veel mogelijkheden om je leven verder te evolueren. Dat hoeft niet per se hier, op deze aarde, op een ander planeet. Maar uiteindelijk heeft een Boeddha, en ik heb zijn leerdharma jaren mogen bemediteren en onderricht over mogen hebben in India. Hij zegt mijns inziens terecht dat zelfs de hoogste goden en godinnen ernaar verlangen om mens te zijn, want dat dat de opperste kans is tot totale bevrijding te komen. Dus we hebben een unieke kans, maar we moeten niet denken, ik druk op een knop, straks 3D, 5D en ik ben bevrijd. Dat is een betere wereld, maar niet de absolute bevrijding. En we zijn bestemd voor het absoluut geluk, de absolute liefde, dus we moeten ons ook niet met verhaaltjes bezighouden. Dit is de absolute bevrijding. Dat heb ik enigszins trachten te verwoorden. Misschien nog op de website. Staat die nog op de website? Bevrijding komt niet uit de hemel vallen. Ik denk het wel, hè? Ja, video. Ja. Dan kunt u nog eens bekijken. Dank je wel. Graag gedaan. Lieve mensen, we gaan u nog verrassen met twee supergitaristen. En Lucienne, de levensgezellin van Frodo, met haar mooie instrument. En daarna wacht u een verrassing die hopelijk uw harten mag raken. Aan jullie. Wat je werkelijk bent, weet, mensenkind, dat er een zien is dat verder reikt dan alle zien, waar een ziener en het geziene één zijn, in grenzeloos licht waar geen tweeheid woont.
weet, mensenkind, dat er een klankloze klank is voorbij het woord. Een stilte zonder begin en einde, die door geen oor gehoord kan worden. Weet, mensenkind, dat er een proeven is dat alle proeven te boven gaat, waarin proever en proeven opgaan in de smaak van het ene, zonder dat er ook maar iemand is die proeft, zonder dat ook maar één tong de smaak ervan heeft. Weet, mensenkind, dat er een tasten is voorbij alle tasten, waarin rust en beweging toch alles wordt aangeraakt, zonder dat er ook maar iemand is die iets heeft aangeraakt. Laat verlangens wegebben voorbij de steeds terugkerende eb- en vloedlijn van het leven, terwijl hoge golven van emoties neerslaan op ruwe kusten van verwarring. Weet, mensenkind, dat de mallemolen van het leven alsmaar draaien blijft door steeds weer nieuwe verlangens. Wereldse muziek weerhoudt je van het horen van de klankloze klank van voor het woord. Jijzelf bent de orgeldraaier die de kosmische muziek van de stilte is vergeten. Ga je innerlijke vallei van rust en stilte binnen, voorbij gouden, zilveren, koperen en ijzeren gondels. Kom, dierbaar mensenkind, verlaat voorgoed de matrix van deze wereld, het labyrint waarin verlangens nimmer, nimmer een uitgang zullen vinden. Besef ten volle wat je werkelijk bent, dat wat altijd is, het zelfloze zelf, volmaakte vrijheid en liefde in één. Hey, you're small time.
maar zijn arm zoon. Ik kan toch, ik kan toch, kan toch als hij ook, kan toch per Mario, is al je canto per io, canto per Mario, presa io, per io. Maltas venor altas, massa passerai, e massa moretas, e raccoscerai. Canto che cante, canto per io, canto per Maria, presa io, per io. Om het niet te vergeten, het lied betekent, zij zingt de nachtegaal. Niet voor mij, maar voor de liefde in mijn ziel. Het is het lied van de Katharen, van de Ariège. En om het nooit te vergeten, doe het nog één keer, secanto. Krijgen ze dan nooit onder.